Goedemiddag. Dit is een bril, dames en heren, van Surinamers. Eigenlijk is Rattan van Suriname. Dus Rattan is voor alle Surinamers. Rattan is een Surinaams product. En kijk eens hier, geweldig. Dus ik kan iedereen een bezoek aan Rattan warm aanbevelen. De mensen die jarig zijn vandaag wil ik feliciteren. Have a very beautiful day. De mensen die ziek zijn, wetenschap. En Alasma zang op een sterfgeval. Moeten we condoleren. Ik denk, dames en heren, daarbij ook aan de bekende politicus en dominee André Misikaba. Wiens vader is ingeslapen. En Misabi van André betrots op een pa. En van André Belobempa. Dus wij condoleren hem en zijn gezin. En die hele familie Misikaba. Met het heen gaan. Ik dacht dat zijn vader ook André heette. Met het heen gaan van André Misikaba senior. Sterkte. En nogmaals ook aan alle andere mensen. Wat doen we vanmiddag weer eens? Het wordt weer eens een interessante bakken natuurlijk voor Gwinty. Het kan niet anders. We beginnen altijd rustig. Maar begin alvast naar een interessant item ook toe. En vooral de iets wat oudere mensen die gaan inkomen op de app. En misschien ook op FB om hun reactie te droppen. Want een gebouw voor... Nee, laat me eerst beginnen met ook de condolences. Ik kreeg net een katabelletje. Ook de condolences aan de familie van de e-biker die om het leven gekomen is. Een dame op een e-bike heeft... er is een aanrijding gebeurd, dacht ik. En laat me even snel... Ja, ze heeft het leven gelaten na een aanrijding. Jeugdig. Ze heeft een aanrijding veroorzaakt. Maandagmiddag, dus is de bakana aan de Latchmanstraat voorheen Kopenamestraat. Ze doorkruiste het recht doorgaande verkeer, waardoor de aanrijding ontstond met een personenauto. Ze was niet aanspreekbaar, met ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp en na enkele uren overleden. Dit hele ding met e-bike is heel erg vervelend. Een wetgeving door de employees et. Je vraagt je af waarom, dames en heren, de bromfietsers wel een helm moeten op hebben en de e-bikers niet. Pijnlijk. Maar we moeten toch bewerken. Altijd in Suriname omgekeerd. Isabi. Maar goed, we condoleren ook de nabestaanden daarvan. Mensen, dus het gebouw van de nabestaanden van die dame, sorry. De Belastingdienst. Allemaal sappi Belastingdienst, de. Maar nog actie mi vastraat in ewan mino sabi. Het is wel combi. Maar trapasi se wakad dwars, geloof me. If you give one quiz mino sabi. Dat is de straat van pannenkoeken en poffertjes café. Er is ook de straat van een broodjeswinkel waar je ook lekkere broden kan vinden. Van een van een mevrouw op leeftijd tegenover de belasting aan de Noordin Dames Rapisserie. Lekkere broden hoor, vooral broodje bakkeljauw. Zo lees je even in Roche, dan kan je even stoppen om het te kopen. En daar tegenover staat de Belastingdienst. Nou, het is een heel imposant gebouw, als je het mij vraagt. Ik ga aan toelezen naar gebouw. En ik vind het ook boeie lassie. Een gebouw biji, minus op, staan bij de gebouw fossie. Of een gebouw bij de altijd belastingdienst. Maar daarvoor zullen de mensen die wat ouder zijn ons dat moeten vertellen. Isabi. Maar de moet vroeg belastingdienst. En de moet op poti a belastingdienst. Nou, in een gebouw. Bij de Amerikaan BD aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Het oud gebouw van de Amerikaanse ambassade tegenover
het regeringsgebouw, tegenover het SZ-gebouw. Ik heb een kleine discussie gehoord van mensen die vonden van, maar waarom renoveer je dat gebouw waarin de belastingen nu zit, de Belastingdienst nu zit, waarom renoveer je het niet? Kan, maar het is een beleidskeuze geweest, want minister Raghubar Singh, waar de Belastingdienst onder valt, minister Gia Star Saint Ba, om te beginnen met je gaat niet precies zo dat gebouw overnemen, dus de ma doet want to sani in een gebouw bij de Amerikaan BD. Het is een heel hoog gebouw, mooi gebouw. Isabi, maar die Amerikanen hebben nu een beter gebouw. Daar, helemaal hier achterin in het noorden. Dat is een beter gebouw, als je het mij vraagt. Hebben ze dus daar gebouwd. En dat andere gebouw staat er al een paar jaar. Nou heb ik een paar ingenieurs in mijn lijst. En een paar mensen die bekend zijn met dit soort dingen. En waf de mazang, sap voeren over gebouwen en zo. Trouwens, mijn taai eerlijk, een bouwtekening voor mijn eerste osonama Mickey. Ja, als je deze dingen mag je die zeggen, no? Maar waarom niet? Dit is een nama bedrijf, Mickey althans. Daarom Mungra. En daarom, mi aksamang, als hij zich kan terugvinden in, dit, in de beslissing, in dit besluit, Isabi, om de Belastingdienst onder te brengen in het gebouw, in het oud gebouw van de Amerikaanse ambassade. We warmen op, laten we alvast luisteren naar wat Darum ons zei. Nee, kijk, dat pand wat van de Belastingdienst daar is, dat is eigenlijk, je weet, vroeger had men vooral, je weet dat die mode om de platte daken te bouwen, iets wat ik toen, alle staatsgebouwen onder mij vielen, heb ik dat altijd probeer te stop achter te zetten, omdat dat voor troepen situaties zo geschikt. En het probleem dat daarbij aantrekt, dat je allerlei problemen daarvan, daarmee kreeg. Hallo, hoor je me? Ja, we luisteren. Oké. Dus dat het gebouw inderdaad een aantal constructieve gebreken heeft, et cetera, dat is zo. Maar het is niet zo, want het is wel een degelijk gebouw, een zware constructie. Het is niet zo dat het gebouw niet gerenoveerd zou kunnen worden. Het is wel best goed weer in goede staat te krijgen en goed te renoveren. Maar ik neem aan dat er waarschijnlijk ook andere redenen zijn om uit te kijken naar een ander pand. Ik begreep dus dat men, er is niet zo lang geleden zelf een plan geweest om in de omgeving daar, omdat er een grote behoefte is aan parkeergarages, om wanneer dat belastingkantoorgebouw wordt gesloopt, om daar een parkeergebouw van enkele verdiepingen te zetten, om daar de druk op het verkeer, ja, in dat gebied daar te gaan oplossen. Dat was het plan. Ik weet niet of dat de reden is waarom men zegt, oké, we gaan dan kijken naar een ander gebouw. Maar dat is geen slecht idee. Op zich niet. Er is inderdaad een grote behoefte. Ik heb er destijds ook zelf gewerkt aan een voorstel voor een PPP, waarbij ik heb gezegd, geen probleem, maar parkeergarages, het kost nogal wat geld om te exploiteren. Dus ik had gezegd, we bouwen een paar verdiepingen meer en dan plaatsen we daarin, nemen we ook aan de mogelijkheid voor andere activiteiten, bijvoorbeeld restaurants, noem maar op, et cetera, op de bovenverdiepingen, wat geen nieuw idee is. In vele landen waar men parkeergebouwen hebt die niet de hele, door de hele dag heen een volle bezetting hebt, dan kan je daarmee voor je exploitatie ook opbrengsten gaan binnenbrengen. Dus op zich geen slecht idee, ook in de regio daar. En zeker met dat belastingkantoor, DNA-gebouw dat daar gaat worden gebouwd in de toekomst, gaat het verkeer natuurlijk doen toenemen. Dus op zich wil ik niet zeggen dat ik helemaal tegen ben voor dat idee. Begreep je? Ja. Wat betreft, zou je bijvoorbeeld dat gebouw waarin de Belastingdienst nu gehuisvest is, kunnen renoveren zoals je net hebt gezegd
en het weer brengen in een goede staat? Of zou je daar te veel geld voor moeten gebruiken? Het hangt af wat je wil veranderen. Kijk, alleen maar renoveren hoeft niet te veel te kosten. Maar als het ook zou gaan met veranderingen, ingrijpende veranderingen in indeling, et cetera, dan kan dat wat meer gaan kosten. Maar in principe, het is een betonnen gebouw. Het is een solide gebouw. In feite is hij wel te renoveren. Ja, begrijp je? Maar wat was er? Was het een nieuw pand? Wat was er daarvoor in het pand? Ik dacht dat het altijd al, dat het toen de Belastingdienst introk, als ik me goed herinner, was het toen nog nieuw. Het was toen het was nieuw en het is door de Belastingdienst toen in gebruik genomen. Jaren 70 nog, of 80? Ik denk om en bij die periode, misschien jaren eind 70, et cetera, denk ik. Ja. Maar, kijk, als je kijkt mm-hmm. naar de boekhoudkundige afschrijving, dan moet je wel zeggen dat gebouw is al 2 maal afgeschreven. Normaal een openbaar gebouw met veel publiek en intensief gebruik, beschrijft men boekhoudkundig in 20 jaar af. Het gebouw is bijna 50 jaar oud, snap je? Dus je zou kunnen zeggen, oké, in plaats van te gaan renoveren, laten we direct iets anders maken, dat beter en afgestemd is op de nieuwe eisen en de nieuwe vereisten die er worden gesteld aan het gebouw. Ja, maar het gebouw van de Amerikaanse ambassade, het voormalige gebouw van de Amerikaanse ambassade, voldoet wel volgens jou? Is dat een goede keus, denk je dat? Kijk, het hangt af van, ik weet niet welke diensten men daar gaat opbrengen en welke activiteiten daar. Ik ken dat gebouw van de ambassade, omdat u weet, ambassades, zeker bij die van Amerika, was altijd een stuk geheimhouding. Niemand mag weten hoe de indelingen en dat soort dingen zijn, uit veiligheidsoverwegingen. Ik heb dus dat toen het ging om goedkeuringen of interne verbouwingen, zelf toen gedaan. Dus ik weet wat er is. Wat ik kan zeggen daarom, het gebouw is inderdaad een naar in zichzelf gekeerde gebouw. Waarbij de bedoeling is, alles wat binnen is binnen te houden en niks naar buiten. Het heeft geen uitstraling naar buiten toe. Het is net als een soort piramide. Alles is gesloten. Ik weet niet of dat ook hetgeen is gewenst is voor wat betreft het belastinggebeuren. Ik weet niet of wanneer of het gaat om het aantrekken om een publieke diensten waarbij veel publiek moet komen, et cetera. Dan zullen er inderdaad toch wel ferme aanpassingen moeten gebeuren. Omdat trouwens, je bent daar ook al in geweest, denk ik, in het gebouw. En dan, kunnen er meer of minder of veel of minder veel aanpassingen nodig zijn. Wat natuurlijk met veel kosten met zich meebrengt. Het gebouw is wel degelijk. De Amerikanen hebben overal muren die tegen, laten we zeggen, mortierbeschietingen en alle soort zaken toen hebben ze toen gezet. Dus het is een zwaar beveiligd gebouw. Het ziet er niet uit van buiten. Maar et cetera, et cetera. Dus op dat stuk, voor zover daar zaken zwaar beveiligd moeten worden, is het wel goed. Maar ik neem aan, het belastingkantoor is in eerste instantie administratief kantoor, waar veel publiek moet werken. Je merkt dus dat het gebouw is niet een echt open gebouw. Maar ik wil niet zeggen dat het daardoor minder ongeschikt is voor het doel waarvoor men het wil gebruiken. Het hangt af wat voor eisen men gaat stellen. Maar vertel, wat was er vroeger in dat gebouw voordat de Amerikanen er kwamen? Nou, ik dacht dat dit gebouw was van, hoe heet het weer? Is het, ik dacht van Dijk of zoiets. Ik ben vergeten wie. Maar in ieder geval een bekende Surinamer was het. En het was toen gebouwd waarschijnlijk als voor een kantoor of voor een zakenpand. En toen hebben de Amerikanen dus dat gehuurd. En die hebben dus net wat ik zei, heel, heel verregaande aanpassingen, vooral aan de constructie gepleegd. Ja, maar ik heb altijd mensen horen zeggen, je moet geen gebruik maken van dit soort gebouwen. Want die Amerikanen die hebben allerlei apparaten erin vastgelegd. En zeker bij zo'n belastingdienst,
al jouw documenten en al jouw stukken, allerlei spionagetoestanden. Ik weet niet of het spoken zijn, die mensen. Maar dat heb je vaker gehoord van, pas op, strategische diensten moet je niet in zo'n gebouw onderbrengen. Een gebouw waar Amerikanen in zaten, of Russen of zo. Nou, ik denk dat het een beetje op zijn minst lichtelijk overdreven is. Ik moet wel zeggen dat er daar high-end fans voorzieningen waren. Zeker op het stuk van communicatie, dit, dat. Er is heel veel technologie in dat gebouw, dat klopt. Maar ik denk niet zozeer om zichzelf te bespioneren daar binnen de organisatie. Maar als het er is, dan meer extern gericht. Begreep je? We hebben tegenwoordig, er is bijvoorbeeld altijd gezegd, je weet, je hebt tegenwoordig microfoons waarbij je op 2 kilometer afstand kan je al gesprekken afluisteren. Als je weet dat ze op 200 meter van het regeringsgebouw zitten, dat betekent in principe, zouden ze alles wat de regering daar bekokstooft al die jaren, in feite voor hun geen geheim zou moeten zijn. Maar ik denk dus dat het een beetje te ver is om zo te zoeken. En immers, wanneer er zulke voorzieningen zijn, dan gaat het om elektronica dat geplaatst is. En die zijn meestal makkelijker op te sporen. Er zijn daar meetinstrumenten ervoor. Dat je zorgt dat er inderdaad geen geheime microfoons en camera's en dat soort dingen wat is meer daar nog aanwezig zijn. En die makkelijk weer kunnen worden opgespoord. Ja. Begreep je? Had men ook naar andere panden kunnen uitkijken? Zijn er panden waarvan je zegt van, hey, zo'n pand staat er maar bij. Dat zouden we kunnen gebruiken. Nee, op dit moment denk ik niet. Ik zie geen grote overheidspanden die op dit moment vrij zijn. Maar nogmaals, dit gebouw is al een tijd, sinds toen de nieuwe Amerikaanse ambassade is gebouwd. Is hij dus toen, dacht ik, niet zo lang daarna gekocht, omdat het een strategisch is gelegen binnen de binnenstad, dicht bij het regeringsgebouw, etcetera. En, maar ik zie geen andere. Integendeel is er een behoefte aan staatsgebouwen die nog lang niet gedekt is. Snap je? Ja. Maar zou je bijvoorbeeld niet gewoon dat gebouw van de Belastingdienst gewoon renoveren en bijvoorbeeld dat gebouw van de Amerikaanse ambassade gebruiken als hoofdbureau van politie? Of ben je daar niet zo enthousiast over? Nou kijk, de hoofdbureau van politie had vanwege de unieke ligging aan 2 hoofduitvalswegen. Was daar toen daar op de hoek van Wanikastraat en Gemiddelaarsweg, was dus toen daar die locatie een heel gewilde locatie voor de politie, omdat je dus naar twee hoofdrichtingen toe direct de uitval erop hebt. Dus ik denk dus dat die locatie nog altijd het beste is voor een hoofdbureau van politie. Daarnaast weet ik, omdat bij de planvorming van het toen, en het is na de reforteit, nadat het hoofdbureau van politie aan de waterkant was neergehaald, heb ik toen nog met al de topinspecteurs, toen Plukker en noem maar op, et cetera. En de eisen aan het hoofdbureau van politie, dat moest maar heel goed, groot. Men had nog een trauma van het kapotschieten van het gebouw, dus het nieuwe gebouw moest voldoen aan allerlei eisen, zo bijvoorbeeld moest hij bestand zijn tegen een aanval met een .50 en dat soort dingen. En er moest een centrale ruimte zitten waarbij in gevallen van oorlogen, opstanden, de team die de veiligheid moet bewaken en commando moet uitvoeren, daar een veel en langdurig in kan opereren. Dus dat zijn allemaal eisen die je steeds stelt op basis van de functie van het gebouw aan de voorzieningen. Dus en het zijn de eisen die uiteindelijk bepalen hoe geschikt een gebouw is voor een bepaald doel. Ja, maar het is ook ergens ook begrijpelijk dat ze die dingen wilden invoeren na de ervaring op 5 februari, toch? Ja. Klopt. Dat is zo. Maar nogmaals, ik denk dus inderdaad dus dat
ook om de stedenbouwkundige qua ligging, et cetera, dat de ligging op Wanikastraat Gemiddelandsweg nog wel altijd een vrij goede locatie is voor het hoofdbureau, hoor. Ja, maar eenmaal we daarover dus praten, ik merk niet al zodanige vorderingen, of wel? Ik heb het de laatste tijden niet zo gevolgd, maar ik heb inderdaad niet echt grootschalige, laten we zeggen, verschuivingen zien gebeuren. Maar ik moet eerlijk gezegd, moet ik me weer daar een beetje op inlezen. Ja, in elk geval denk ik niet dat men het haalt om daar het hoofdbureau neer te zetten voor het einde van het regeertermijn. Het lijkt me niet meer haalbaar, omdat alleen de bouw zeker 1,5 tot 2 jaar, denk ik, als het nog steeds gaat om het oude programma, zoals men de staat wil opzetten. En men is van de fundering af weer begonnen om dit gebouw te gaan kan vervangen, dat het toch wel nogal wat tijd gaat duren. Zeker ja. Niet voor de komende verkiezing, denk ik niet. Wat ook jammer is, is dat gebouw, hè, het is ook nooit afgebouwd. Is het afgekeurd door de brandweer, dat prachtig gebouw daar bij Sozes, waar het ministerie van Sport en Jeugdzaken ondergebracht zou worden? Eerlijk gezegd heb ik daar op dit moment geen zicht op. Ik praat meestal graag over dingen wanneer ik... In Eboro, je kent dat gebouw niet. Ik kom misschien op andere plaatsen en daar toevallig heel lang niet. Er is op de hoek van de Marwijnenstraat en de Koesewijnenstraat heel mooi gebouw, maar het is eigenlijk een vorm van verschil. Oh ja, je bedoelt dat hele grote gebouw op de hoek. Hè? Ja toch. Ja. Het is eigenlijk een gebouw dat nooit daar zou mogen staan ook. Hè? Het zit in de, hoe heet het weer, in de veiligheidszone van de opstijgende vliegtuigen. Maar men heeft het toen gedaan, wat ik niet zo blij om ben toen. Maar het zou kunnen. Ik heb dat gebouw van buitenaf bekeken. Ik kan het niet helemaal beoordelen hoe hij voldoet op een aantal andere eisen. Maar het is wel jammer, want het is inderdaad een heel groot gebouw en toch wel een kostbare voorziening. Maar daarom, weet je, we praten, eigenlijk heb ik je gebeld voor dat van de ambassade, maar van het een komt het ander. Weet je welk gebouw altijd zo indrukwekkend geweest is? En je hebt zelf ook in dat gebouw gewerkt. Dat is het ministerie van Openbare Werken. In welk jaar is het opgeleverd? Was tijdens de regering Aron, no? Het is de architect Moroy, die leefde toen nog. Die was de ontwerper ervan. Maar het gebouw is eigenlijk niet zo'n erg geschikt gebouw voor Suriname geweest. Overigens, het blijkt dat het gewoon een kopie is, die bijna gekopieerd is van een ander gebouw die ergens in Europa, ik weet niet of het Zwitserland en zo staat. Maar het is daarom niet kan je even parkeren. Ja, oké. Dadelijk ik ga naar Kwamang. Ik moet nu naar een andere vergadering. Okay. Ik ben net ook in de auto gestapt. Ai. Klopt. Dus dat gebouw voldoet niet, no? Nee, niet dat hij niet voldoet, maar het is niet zo erg geschikt. Daarvoor zou ik veel meer moeten vertellen. Het is een vrij, laat me het zo zeggen, het is gebouw die op basis van een bepaalde architectuurvisie toen is ontworpen en het is waarbij het ging om het zogenaamde kantoortuin-idee. Waarbij je andere belevenis van het kantoorgebeuren zou hebben. En in welk concept het hebben van zogenaamde kantoorcellen, waarbij iedereen in een kamertje zit, uit den boze is. Het is gebleken, ook in de moderne wereld zie je dat minder van dat soort kantoren worden neergezet. Maar hier waren we gewend aan dat iedereen een kleine kamertje waar hij zich verborgen kan houden, is in zwang.
En dus dat ding is een soort lillekoe, waar het, terwijl het concept is van een, op basis van een andere visie, men toch weer dat kantoortjes idee, ja, dat cellenkantoortjes idee heeft gehanteerd. En het, behalve dat heeft het ook een heel aantal andere zaken, zoals bij de koeling en noem maar op, et cetera, et cetera. Een heleboel praktische problemen in de praktijk opgeleverd, die in de loop der jaren een aantal zijn weggewerkt. Maar in, eigenlijk vind ik het toch wel een onding van een gebouw. Abong, je moet naar een vergadering. Dank je wel voor dit moment. Graag gedaan, Chris. En rij voorzichtig. Abong. Dank u wel. Thank you. Ja. En daarom had natuurlijk haast, begrijpelijk. Mibella maar onvoorbereid. En daar hebben we dus gesproken over dat gebouw. Het oud gebouw van de Amerikaanse ambassade. Waar de Belastingdienst heel gauw, heel spoedig zal worden ondergebracht. Goed, het is nog steeds BT. We gaan richting 3 uur. De situatie bij de EBS is nog steeds niet opgelost. Azaan bijna escaleert hier in Mantin. De politie is erop afgestuurd. En we hebben intussen begrepen dat, althans, inspecteur Kensmil heeft mij gezegd, dat Skotu Osorgo dat de maf EBS nega doet don sa niet erop. En eigenlijk, vanaf Tamara Manting, you no maar reep sa EBS, want de weg zal worden afgesloten. Kensmil zegt niet eens van kalakana maf reep sa EBS. Want in mij hoor rekening met dingen die uit de hand kunnen lopen. Isabi Obimago Hari Stekker om iedereen in het donker te zetten. We gaan daar straks meer over weten, maar ik wil u toch kort dat gesprek met Kensmil laten horen, de woordvoerder van de politie. Vanmorgen is de hulp ingeroepen van de politie. Nadat bleek dat de arbeiders van de EBS die de nachtdienst hadden, vanmorgen de uitgang vanuit het complex aan de Saramagastraat, dat die uitgang hen... ze werden belemmerd, ja, om zich huiswaarts te begeven voor de sting na een avondje werken. De hulp van de politie is ingeroepen. Wel vriend, want eigenlijk zou je juist denken, je zouden de mannen belemmeren om te gaan werken. Maar in dit geval zijn ze dus belemmerd om van het werk te gaan. Ja, het blijkt dat een groep werkwilligen... Op een gegeven moment, werkwilligen, mensen die zich hebben opgegeven om te willen werken. Ja, wompje opstootje moest gewoon ontstaan drapen. En in een opstootje, dat de noodzaak aanwezig was, dus dat de politie, de acties van de politie noodzakelijk waren op dat moment. Jullie moesten daar handig ingrijpen. Ja, er wordt gesproken over een fractuur, maar dat kan op dit moment, ik zal dat niet staven nog ontkennen. Zolang ik die rapport uit, een medisch rapport hieromtrent, dan kunnen we dan verder hierop ingaan. Jullie hebben niemand afgevoerd? Ik heb die rapportage tot op dit moment niet gehad. Wat van belang is op dit moment is dat die vanwege haar strategische positie zijn EBS in vervul binnen een maatschappij, binnen een samenleving, dat die uit hoofden voor toezicht en handhaven voor een rechtsorde, want de bijzondere taken zijn Skotu Abi, dan want toen besluit de tikkie, want logo if Skotu no tik den besluit, stel dat op een gegeven moment, ja we praten gewoon vrij, kwaadwillige medewerkers, Mitaki, kwaadwillige medewerkers, Sakon, Tapajari en de Mangogo saboteer een stroomopwekkingsproces. Ik geef een voorbeeld. Ja, ook de uw bedrijf kan leeschade. Alasma in hersenen kan leeschade. Ja, die mensen zeggen, wat kan als een zuurder maken, alla die stroom en koti? Alla die stroom en koti, maar het is vaak genoeg, is er van korte duur, volgens mij amoro lange periode, binnen 30 toen ze lange periode zaten. Sande van belang die Skotu is dat hij geregelde voortgang voor stroomvoorziening, een beveiliging rondom een strategisch object die zie dat Skotu teken neemt taboe, omdat hij akondre moest aandrijgen door. Kijk,
wang twist, wang meningsverschil, a protestactie die de gaande op dit moment vanwege uiteenlopende redenen voor ABS personeel ons koto tot op dit moment uno abi ja une kong na ini a intern conflict staan in ABS. Is niet daar verklaard. Liefde een verklaring. Op ons bestuur, maar op dit moment wist Don Jaso. Ja, ja. Maar ik begreep. Op ons bestuur verklaar solidair. Ja, aan ieder die lid is van de Surinaamse Politiebond zal solidair zijn met deze actie. Sang Ipsa op dit moment is dat hij a wil tot staken of het uiten van de onvrede. Als politieorganisatie komen wij komen daar niet aan. Dat is niet voor ons. Wat voor ons van belang is, is dat die geregelde stroomvoorziening gona a samenleving toe, dat op geen enkele wijze verstoord mag worden. En er zijn indicaties. Dat wat we aan doen, harwa to kabel. Dus onetakas en zo. Maar als je. Wat denk je dat je toe kan gaan? Er zijn indicaties dat hij. Ja, dat hij stroomvoorziening kan komen in gedrang. Dus dat betekent dat jullie daar permanent een. Precies. Politiewacht zullen hebben. Dus Uteki a besluit. Voor ingaande Tamara Manting. Die na dinsdag 11 juni. Tamara Manting 12 juni, een van de 6 euro Manting, dat wordt tapu aan weggedeelte voor Saramaka straat, tussen de zwarte, zwarte Oberstraat naar Saramaka straat, is dat kruispunt dat die, naar Saramaka Prinsenstraat. En temetak tapu, metaki tapu, niet eens wat kakalaka. Normaal zou ik erin zien. Maar zei dit op een passie? Je moet dat bedrijf beschermen. Juist omdat u moest beschermen, zet bedrijf. De politieman op het terrein van de EBS. Juist omdat u moest beschermen. Logo, na, want eigenlijk, Jusref, ik is goed om me morgen roken. Nee, anatropie, anatropie. Een enorme filevorming daar. Daarom maak ik u naar school toe. Logo, EBS hebben eigen beveiliging. Ja, de man dat moest klaar is op het terrein. School toe is het door een C-gedeelte. We tekenen een buitenring. Ja, je hebt een eerste buitenring. Ja, enzovoort. We gaan in details. Wat van belang is op dit moment, is dat die Natapu Astenang bevolking, een samenleving die noodzakelijk moest maken gebruik voor haar weggedeelte dat die, dat we actiering voor kies alternatief route voor de dorre de rokope moren vroeg. Ja, of dat de kan dorre de rokopresie, dat was zodanig ding dat hij ja, in ieder geval dat de kadoren de recuperatie hoe moest doen zo vanwege een strategische positie die het bedrijf is abi ik kon er nog kan leggen lam ja maar ik bedoel ik kom niet op jullie stoel zitten ja. Als je een unit zet op de hoek daar bij Ascoot post bidden. Dus luister. En een andere unit op die andere hoek. Hoef je die straat niet af te sluiten? Archie, dat is allemaal mooi en waar. De aantal EBS-banks die de. Een gewapende unit. Archie, no, een aantal EBS-banks zijn de. Je kan het voor school drapen, links en rechts. Je kan het voor man. Maar is het een unit van 15 man? Dus Archie, de aantal EBS-banks die moxie den streef kon wang. Die verklaarde streef is solidair. Ook daar komen wij niet aan. Maar wij moeten een tegenantwoord hierop hebben. Maar heb je dan het gevoel dat die hele groep kwaadwillig is? Nee, dat zeggen we niet. Daarom juist toch? Maar je moet zeggen, drink dressie en waktasietje. Want als je nou drink dressie en waktasietje. Als de man legt een lam. 1 euro, 2 euro, 1 heer day, 48 uur. En met die heb je in een vriezer. Als je ijs gesmelter in een vriezer. Van jou doe.
je bedrijf die moest draaien. Je hebt verplichting toch, gomiti de verschillende bedrijven die er commercials ja zo naar jou. Reclamespotjes. Alle dat soort zijn dat. En dan nou dat we taki dus een taki abra a bedrijfsvoering voor a centrale overheid schrijven. Een taki abra rechtszaak die moest go voor. Een taki abra om interessant die moest opsa. Dus willen of niet, is koutu no onderneem a actie. Je begrijpt dat je een taki a probleem is ook a kiezen na kondre. Ik ga die werk die mezelf ook vragen als ze kwade bedoeling hebben. Dus 100% u zou antwoord ik basado taki. Maar uno we drink dressy en wakti asici. Oké, je hebt EBS Saramakastraat. Ja. Geldt die beveiliging ook voor andere faciliteiten en locaties van de EBS? Dus er is tot op dit moment nog niet bepaald dat het hoofdkantoor, omgeving hoofdkantoor, nanga ogane, nanga strategische objecten voor EBS. Ja, dat die wordt tapu apasidrape. Maar we hebben wel de beveiliging rondom die objecten gaan wij opvoeren. Ja, zie je? Ja. Ik vroeg ook rondom Saramakastraat. Ja, maar je moest niet dat je ook naar Saramakastraat Astro mee wist je toch. Ja. Oké, ja, ik kan me voorstellen, want Evo, laten we een beetje luid op denken. If de man go tapu ogane, ja, if de man go tapu ogane, dat a enkele gascilinder zei aba onze 28 lips, tego je body, plus je bigismer on zo toe, is ab asane abo a gasbom en meldi toch te olegi, dat ino man go bai. What about? Dus het is geen offensief tegen de EBS-medewerkers. Nee, absoluut niet. Wij willen tot op dit moment gaan wij niet bemoeien naar een intern conflict. Sande van belang is dat je de belangen voor een samenleving, nanga a belang voor een centraal overheid, nanga a belang voor alle de particulieren die abi bedrijf dat u moet beschermen aan belang dat die. Omdat dat belang dat moro bigi, moro a intern belang voor one if a two individu, if a four individu, if a 100 individu na in a bedrijf. Hmm. Oké, dus de weg Saramakastraat wordt afgesloten. Het weggedeelte, ja. Gelegen tussen de kruising Zwarte Hoogoverstraat, Saramakastraat en Prinsen en Saramakastraat, dat gedeelte hermetisch wordt afgesloten. Ja, vanaf 6:00 morgens toch? Vanaf 6:00 morgens. Dus ingaande morgen vanaf 6:00 morgens tot nader orde. Ik heb wel begrepen dat misschien ergens tegen 12:00, 1:00 middags, dat het open gegooid zal worden. Waarom? Er is tot op dit moment geen reden om aan te nemen dat na 12:00 middags, 1:00 middags, dat er nog enig gevaar dreigt voor de geregelde stroomvoorziening. Allee, draai bij de motjes. Nee, maar daarom, Mickey, we beginnen zo. Ja, if a reden de voor tapu ook toe bakken 12:00, if a 1:00 bakken na, dat scoot op voor op. Ja. Ja, en deze regel, het is tot nader orde, wordt het ingesteld. Dus ik hoop dat situaties aan de EBS, ja, met een abrupt situatie, dat een situatie dat die binnen de kortste keren dat het opgelost zal worden. Omdat een belang voor eerst en nog gebied, een bevolking, kan je niet ondergeschikt maken na wang intern conflict. Nou, zo op Ching is dat conflict ook weer niet, dan is het al opgelost. Dus ja, dat met tak en zo, if je moest uiting, if je moest channel gaan in percentage, dan is je dat het valt bijna in het niet. Ja, in vergelijking met de om in belangen,
die op het spel zijn wanneer de stroom voor de geregelde stroomvoorziening alleen in gedrang komt. Ja, dus jullie kunnen nu garanderen dat we geen ongeregeldheden zullen krijgen. Die garantie kan je ons geven. De politie die zal zich ervoor inspannen om ten aanzien van dit gedeelte, de geregelde stroomvoorziening, ja, dat wij alles dat valt binnen ons vermogen, ja, dat wij daar invulling aan zullen geven. Wat wel van belang is, want we hebben in de tussentijd ook begrepen dat Jontak want toe een aantal voeding medewerkers, dat die ze zich hebben opgegeven om de werkzaamheden te hervatten. Wij komen daar niet aan. Die kunnen zich morgen normaal aanmelden. Ze kunnen zich normaal aanmelden en de security van EBS die heeft de verantwoordelijkheid voor cover A gedeelte naar het apart terrein voor EBS. Daar gaan jullie dus niet. Vooralsnog niet. Indien het noodzakelijk is. Wel. 100%. Oké. Nee, dan weten we dat. Er is een rechtstreeks opdracht van de KCI. Rechtstreeks opdracht van de korpschef. Ja, van de korps politie Suriname. Ja. Rechtstreeks opdracht. Maar heeft de KCI ook de rechtstreeks opdracht gegeven aan de voorlichtingsdienst om te corrigeren de wijze waarop is het onderinspecteur Tuur zich heeft opgesteld naar de journalist Harderwijk? We betreuren, ja, voor dit interview, mijn korpschef is dan delibereer op Chinzo. Mijn korpschef is delibereer ten aanzien van a deviant gedrag voor een medewerker voor korpspolitie Suriname. Maar Tiro, waar ga je dat doen? Nou. Het enige dat hij moet doen is zijn commentaar is de linker achter de broekzak stoppen. Ja, je bent het meerdere, hè? Ja, tuurlijk. Hmm. Ja, zijn commentaar gewoon is de linker achter de broekzak stoppen en dat is dat ding. Kijk, aan gedrag, wij van de politie, we willen een hele goede werkrelatie hebben. Ook met de media. We zijn er voor die samenleving. En nogmaals, ik ga hier niet op de persoonlijke toer. We staan professioneel. A-gedrag die stelt ten toon door wat medewerker voor KPS is niet toe te juichen. Dat is niet waarvoor wij gaan. Absoluut niet. Integendeel, we zijn in dienst van die samenleving. De politie verleent hulp en bijstand in die gevallen waarin zulks van redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Er zijn dagorders die aangeven. Ja, ze moest de gedrag voor een commandant. Ja, de media heeft verschijnen net op een plaatsdelict. Ja, hoe de commandant zich moet gedragen. Er zijn dagorders hieromtrent. En ten aanzien van een gedeelte dat hij. Mag het zo zijn dat die een medewerker nobe wansta a mediawerker te woord, dan zijn het toch wel andere manieren om dat kenbaar te maken. Onder andere, in uw beleving naar Skoto, behandel de mens op de wijze zoals jij zelf behandeld zou willen worden. Oké, nee, dat is dat duidelijk. Als je dat tikken op die media, dat is goed. Dus straat die daar is goed, maar Els kan weer misschien dan. Ik ben naar jou. Logo. Skoto, O abi a media van Oru, we zijn in dienst van die samenleving. O moest dien a samenleving. A borgo kong a actie a jepi. Jepi, zolang ik die eentje dat je ontdekt, je nou aan die aborgo, nog zo jezelf, nog een probleem. Jepi. Maar is hier aangesproken? Er zijn duidelijke instructies gegeven wat er moet gebeuren ten aanzien van deze medewerker. En
ten aanzien van de mediawerker, daar hebben wij straks hebben wij een gesprek mee. Hij is uitgenodigd geworden door de korpschef. Ik zal straks ook aanzitten bij dat gesprek. Omdat hij wil ook iets van of wat. Nou, alibis maar. Als man moest voldoen. Als ook als hij doet. Na genoeg. Hij dient een samenleving. Ook toen ik van school in die samenleving. En min of vindt dat je ontdekt. Of uno vindt dat je ontdekt dat dit de wijze is. Ja. Zoals we met de mediawerker om zouden moeten gaan. Oké, dus om terug te komen. De mensen moeten andere routes kiezen. Je gaat ja. niet kunnen voorbij rijden. Ja. Fietsen of ja. lopen, de Sarabakas. Terugkomend op die situatie daar aan de, daarvoor langs de opwekcentrale van de EBS aan de Sarabakasstraat. Weggebruikers die doorgaans 's ochtends gebruik maken van die route. Dat we ze vragen voor Kieswang alternatieve route. Ja, en zodat ze op tijd, zonder kleerscheuren, dat ze hun bestemming kunnen bereiken. Hoor, want vanaf Tamara Mat is 60 euro. Hij tapu. Ja, en dat zei Milton Kensmil. Hij is de woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Tamara de Mij tap dus Saramagastraat. En ik neem aan, net vroeg iemand hoe zit het met de mensen van de omgeving, mensen die daar werken, bla bla bla. Neem aan dat in dat geval Atori Fua bestemmingsverkeer zal intreden. Zo, en in de studio, dames en heren, Arki meneer Kensmil. En in a studio nu hebben we een paar, 1, 2, 3, 4, 5 medewerkers van de EBS die gekomen zijn en de man tak ook de man lucht de atti. Hoezeer we ze vaker in het nieuws gehoord hebben. Maar we gaan ze toch in de gelegenheid stellen. We hebben de microfoons aan. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Vego. Anegoto. Ik fayad kima mic drop heb gezien morgen. Morgen cross B. Sam staat hier. Zo, je kan niet ingaan op alles. Daarom zijn we met onze vieren hier. Mm-hmm. Maar ik wil ingaan op van die van de politie, de woordvoerder, ik heb het net ook beluisterd, wat hij gezegd heeft over, als het ware, gooi je van een gegeven trap, maar aan mij criminaliseren, walamala. Oké, wacht, we gaan daarop terug. Ik wil eerst naar vanmorgen iemand die mij kan vertellen wat precies gebeurd is. Wie gaat dat? Dan ben ik wel op iets van schoten. Oké. Gaan we hier starten? Ja, meneer Lansman. Hi, goedemiddag meneer Cliff. Vanmorgen dat gewoon klef, ja, meneer. We hebben een ALV belegd met de bond natuurlijk. Namens de bond is er een ALV belegd. En aan de hand daarvan hebben we ons begeven naar de hoofdingang eigenlijk. Eigenlijk één van de hoofdingangen van het bedrijf. We waren rustig. Het was allemaal rustig. Die vergadering die werd belegd zoals is aangegeven. We hebben ons daar rustig gedragen. Te alle tijden was er gehele tijd rust. Niemand die eigenlijk rumoerig deed of in opstand kwam om weg te willen of om te gaan werken. Er was helemaal niemand. Na een uur of twee kregen we toen bezoek van onze kameraden, de politie. Die eigenlijk solidair, op dat moment kan ik zeggen dat ze zich solidair hadden opgesteld om vragen te stellen, om te kijken wat er precies aan de hand is. Tot daar was er geen probleem. We kregen toen bezoek van de, ik moet zeggen, ik weet niet als dat de RWT is, want man is koto, mina EBS man, ik ken geen politie-eenheden. Maar je ziet eigenlijk dat deze mannen zijn ietsje zwaarder dan die mannen met hun grijze pap. Daar begon het. Te Yukong, Yutaki, de ene persoon die heeft gesproken, zijn telefoontjes gepleegd. En na elke telefoontje kwam er eigenlijk, de man botak, de man zei singi, want stemverheffing ik kon. Wamoro hebi mange kon. Baka alle telefoongesprek, eerst gewoon de politie met de inspecteuren. En vervolgens de man voor RBT kon. Die de man voor RBT zitak, hey, nou, het gaat gemoederlijk aan toe. We zijn niet in opstand. We willen alleen maar onze vergadering leiden. Daarmee waren we bezig. Toen werd de ME ingeschakeld. Bij inschakeling van de ME
is het helemaal uit de hand gelopen, omdat de man vindt dat UNO no mag vergaderen bij UNO Wani. Maar wat moet ik verstaan onder uit de hand gelopen? De man naar UNO? Ja, er zijn mensen die slagen hebben mogen incasseren. Er was een trousseau, er werd geduwd, er werd geschreeuwd, er werd gescholden. Meer mama aan Oberoko? Ja, de man naar Kamang, dus Amang kon maken een foto. UNO Shama eten voor die Amang kon. Ushita Kamang kon aan een verband, dus ik ga ervan uit dat hij een kruising heeft opgelopen. Minoman takimano datra, omdat minanga mijn collega no tak eten. Maar natuurlijk, we proberen iedereen te beschermen die binnen de EBS werkt. Maar de man is vaak genoeg schoten, takkie te met de ramen en kansmel takkie. De politie moet soms, als het nodig is, verzet breken. Hebben jullie je verzet? Nee, natuurlijk tegen niet. De instructies daar gegeven? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Helemaal niet. Er was een vergadering gaande voor de ingang van de EBS. Dat was alles. Verzet, als zij verzet hebben gezien, is omdat ze dat misschien natuurlijk uit ons wilden halen. Maar niemand heeft zich verzet. Hmm. Als we ons moesten verzetten, waren we misschien allemaal aangehouden. Want we weten allemaal hoe het trailt en zeilt in Suriname. Op het moment je verzet, word je opgepakt en waarschijnlijk een cellenhuis ingestopt om tot rust te komen. Hoe zou dat zijn, toch, Cliff? Oké, we komen zo meteen terug op dat punt van de politie die de zaak gaat bewaken, waar mijn grote broeder daarover zou willen praten. Maar Marciano is ook hier, misap Marciano toevallig. Marciano, hoe lang ben jij al bij de EBS? Als je wat rechtop zit. Kan zijn plus minus iets van 13 jaar. Maar wil je niet in alle rust werken? Je door een markie, want jullie zijn al bijna een maand, no? Of een langer? Maand, ja, een maand, ja. Iedereen gaat roken nu, jong. Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk. Ik wil gaan werken, ja. Een pura pet. Ja. Ai, no pas de meisje af, Sibo. Ja. Je wangt roko? Ja, tuurlijk. Maar weet je wat het probleem is? Kijk, de lotsverbetering. Mm-hmm. Daar gaat het om. De EBS en zijn directie, laat me het zo zeggen. Zijn directie. We hebben aantal punten opgezond. Dus natuurlijk de bond. Ja, toch? Onder leiding van Marciano Hellings. Mm-hmm. Die punten zijn kenbaar gemaakt, alles is overduidelijk. Mm-hmm. Oké. Er zijn toch tenminste dingen die niet goed gaan in het bedrijf. Het gaat meer om de lotsverbetering, de salarissen. Lotsverbetering. Rancune. Nee. Amanij zit dat ammonie. Money. Kijk, zonder money in een man zit dat model. Een man gaat naar 9000, zo'n man naar 10.000 SRD. Een man gaat naar money dat die. Uiteindelijk hebben we alles gezien wat er gebeurt. Vanaf 2012 alleen correctie moest bekomen. Een kiezing. Maar om een money, Jano, you up van nodig voor Master 5. Voor Malibi Boom. Dat geld dat ik nodig heb, is wat ik waard ben. Hoeveel is dat? Wat ik waard ben, het werk wat ik doe. Er is een consultant, meestal, Aroko zou ik doen, elektricien. Aroko, gevaarlijk, soms werken we hot. Maakt niet uit wat, maar waard. Boy, naar blog wel ook toe. Is 25, tussen 25 en 35.000. Zo voor? Ja, tuurlijk. Ja, maar wat bedrijf hoeveel aan money pa is zo voor? Wat bedrijf aan money? Serieus? Wat bedrijf aan money? Money de. A bedrijf, a money. Nou, maar dan kom draaien goed. Hij maakt money de. Maar zo voor man moest kiezen a bedrag dat hij? Nee, je hebt verschillende functies in een bedrijf. Je hebt verschillende functies. Je hebt staffers. Je hebt de directie daar. Je hebt opzichter, je hebt voorman. Je hebt eerste klasse, je hebt tweede. Interieurverzorgsters, die ook toe. Maar voor jouw categorie moest kiezen a bedrag dat hij ongeveer? Nee, mijn categorie, maar... Feit is een elektricien, een waardige elektricien, nou dat ja. Ja. Oké, we gaan in Tramang zijn de na studio, als we ook, als je wat dichterbij kan zitten, rechter. Maar is nog in beeld. Als we snel met die microfoon kunnen werken. Hai, wat is jouw naam? Getrouw, Sergio. Sergio Getrouw. Yes. Sergio, hoe lang ben jij al bij IBS? Ik ben nu in mijn 11e jaar.
11e jaar. Ja. Maar ver ervaren momenten die zie eigenlijk wat er precies gaande is. Dus dit is voor het eerst voor mij. Ik heb in het verleden gehoord over strijden die geleverd zijn. En ik weet niet of het zoals nu was hoor, maar ik hoor zelf die oude mannen zeggen van boy. Die is nou voor het eerst. Voor het eerst zie ik dat iemand zo weigert om te luisteren naar de grieven van de arbeiders, van de bond. Ja. Hmm. Of ik bedoel, iemand die niet wil luisteren. Aan de andere kant zegt hij van, je kan gewoon zonder dat mijn stoel doen. No, ik denk niet dat iemand wil komen zitten op zijn stoel. Er zijn verschillende pogingen gedaan om te praten tot die man, om te onderhandelen met die man. Maar kijk, een van de laatste dingen die zijn gebeurd. Dat het bestuur wordt uitgenodigd en dan gaat die meneer zeggen van, de voorzitter mag niet mee. Omdat hij op non-actief gesteld is. Ja, maar hij is de voorzitter van de bond. Het non-actief stellen, dat is persoonlijk van die man. Maar hij is nog steeds de voorzitter van de bond. Mm. Dus wie wil op wiens stoel zitten? Het lijkt alsof hij wil zitten op andermans stoel. En dat hebben jullie niet geaccepteerd? We kunnen het niet accepteren toch? Mm-hmm. Nee, dat hoort niet zo. Dus ik denk niet dat wij moeten worden gezien als degene die moeilijk doen. Ja. Wij zoeken juist naar een oplossing. Maar hoe kijk jij terug naar de situatie van vanmorgen? Ik vind het jammer. Kijk, ik kan me voorstellen, die agenten komen daar. Ze hebben opdracht gekregen. Ze komen hun opdracht uitvoeren. Maar moet het zo aan toe gaan? Die man kon even goed ook zeggen van, hey, weet je wat, laten we het niet verder escaleren. Laten we beginnen te praten. Maar je gaat nu de politie gebruiken als je bodyguard om opdracht te geven, om met harde hand dus de tegenpartij, in plaats van te zoeken voor een vreedzame oplossing, ga je het op een andere manier proberen, ons blokkeren, ons zoeken een oplossing toch? Ja, maar nu hebben we een situatie. Uno man, go na EBS morgen, want de man taba passi. Ik moet zwemmen aan Mike. Eile. En jij zei me eerder, je wil goed reageren op Kensmiddel. Ja. Omdat. Eigenlijk is er bij hem horen voor tijd, maar Kensmiddel is weer ook aan. Ik ben een spokesman voor school. We begrepen. Maar ik heb Kensmiddel op een goede band persoonlijk ook toe. Maar in mijn feit kan ik jou aan het trappen. Omdat je nog kan takken. Hoe ik maar in mijn kapitie onveilig. Dus de woorden van mijn verstand samen takken. En dat is niet de bedoeling. Wij werken daar. Ik werk 25 jaar daar. Hij praat over bezetting van Oeganen. Dat ze daar gaan bivakeren. Kensmiddel is allemaal gevaar, staat erop. Die mannen zijn met alleen maar ondeskundige personeel erop. Maar ze staat die statico roko erop. Dus kaders is dat Edouard roko erop. Dus als hij over veilig wil praten over Ghana, dan liever gaat hij niet daar met zijn mannen. Want ze gaan allemaal doodgaan. Ondeskundige mensen, Edouard roko erop. We komen daar straks op terug. Maar Samuel en Sabi. Want eigenlijk gaat het erom, de man kan school toe. En de man tabapasitamara. En tot nader orde. Goed, dat aan kring. Omdat de man denkt dat ik kan go saboteren. Nee, Cliff. Ik ben ook 25 jaar daarbij. Over sabotage kunnen we dat helemaal niet doen. Wie is wat collega, go, tak amang, doet DC. Wij zijn daar om. Daarom moeten we hebben een trekkersgroep. Sa etjara ruskong. En. Een aantal dagen ook weer naar Jari om in te tekenen, om uit te tekenen. Nooit was aan Ipsa. Je dacht dat je haar is komen, mami. Ben je een reportage voor Brokko? Ga je naar Drico camera? Nee. Mie, hoor, nee, nee. En Drico schrijft dat ik gelukkig dat ik NOBD, want. Nee, ik ben maar BD als aan BK wat kan trappen. Nee, wat zei IBSF? Ik heb verantwoordelijkheid. We zijn naar Biggie, maar ook toe. We hebben kinderen. Kinderen zijn fietsen in beelden. Wij wilden slechts een brief aan die man overhandigen. Dat was het. Mm-hmm. Ook nog een 15 man Cliff. We zijn het te lief of gemeenschap. Te lieve familie. Hoe noemen dan aan Jukudu Takoko Fitting aan de man? No. Op dat uur blijven we IBSF. Maar het is toch wel raar wanneer de mensen. En dan kijk ik naar jouw vriend naast jou. Of je aankomt hier zo. Het is wel raar. Nee, heeft hij eigen mic toch? Nee. Het is wel raar of de man eigenlijk bijna vindt dat de man moest beschermen, Sani. Die mic moet lager. Of de man vindt dat de man moest beschermen, Sani. Omdat de man denkt dat ik kan bedoelen voor verzaan niet erop in IBS. Dus
Lem met je Odi, de gemeenschap ook toe. Sami no man begrijp dat de man ook niet verstaan dat toen ook aan vernietigd hoe ik is aan niet. IBS af UNO. Ik ben inmiddels 19 jaar daar. En we gaan niet onze eigen dingen kapot slaan. Toch mensen die als parasieten daar komen, of parachutisten, die gisteren hier zijn gekomen om daar eigenlijk de lakens te komen delen, begrijpen dat ding gewoon niet. Want mino kan ook om je eigen niet dat maar om je pijven. Wat een lauw man toch? Of je moet ook naar zijn zand dat bakken? Nou. In wat doen we toe voor pot de man onder druk? Onder druk in welke zin? Dat de man doet zo niet? Nee. Kijk, we hebben naar iets gevraagd. Toch? Wat ik niet kan begrijpen, kijk hoeveel inzet er nu wordt gepleegd. Jospol Abifkong. Waarom is het nodig? Als de directeur zich groot voelt. Maar kijk, wat kan dit team afhebben? Nou. Wat team? Amap na pafa af die van bedrijf toch? Kom met je werknemers praten en tot de oplossing te komen. En dat doe je wachten. Ik hoorde wel een fragment eens dat er een gesprek was. Nou ja, kijk, heeft net wat de collega heeft aangehaald. Je nodig het bestuur uit. De Ino want dat kan aan mijn voorzitter. Ino kan nodig mijn bestuur uit. Dan ga je mijn voorzitter die wij daar hebben geplaatst. Zeggen van nee, jij gaat geen deel zijn van ons gesprek. En dan rok het op. Mm-hmm. De leden hebben die man daar geplaatst om de belangen van de leden te behartigen. En als het puntje bij paaltje komt, dan Ino want dat kan aan voorzitter. Ja, oké, okay, maar... Wat willen jullie eigenlijk precies? Want is de, als ik weet daar sta, meer dat het niet zozeer gaat om de kwestie hellings, maar het is meer dat het zou niet precies. Na monitoring. Look hoe nu de klif toch. Look hoe na 12 jaar lang ik bij Udaba kan hangen aan loonscorrectie. Een loonscorrectie ben vinden plaats 12 jaar geleden. Toch? If uno tak no tak contact contract, if uno finning, dan wat we treffen maatregelen, we hebben vergaderen van ook kon nou moet niet. Dat na eerst aan doen. Allemaal bedenkt dat we vetten omdat meneer Brunswijk, meneer Leo Brunswijk vindt dat hellings moest last voor elkaar. Uno bij de eens na gaan dat omdat uno pot wat mensen ook kan vertrouwen, wat mensen kan vetten voor elkaar man. Daarom ik stem pot meneer hellings drapen. Of we vinden dat Asari toepadrijweer het uitstel, dan dis no man, dan dat no man. En omdat aan obe man, met kwam verkiezing bij hem schrijf uit. Je nog kan de wan dictator hier libi langa. Omdat Rokoman de ina systeem sa efiring. En mina wanf de man na alla trama we firing sama. Omdat you know kong, da yo te gunu tak mon no de, ma sa ne seti. En ko pe do, an ko pe do. En if iman tek no no de sko tu sa mus do de ma igi uroko, fuko bo veilig wan pan pe mi e uroko, dan mi bo sa wan roko ondro abo veilig heng dati. Mo tegi kringklef, mina wan lijnwerker, mina tapa strati me uroko. Onder omstandigheden per bepaalde tas en lasite hoe de bezig is. Te bepaalde biggie aanrijding de klif, na de malek une kong. Na une kong in beeld, na unu desmaishi. A eerste kos is hij kong, na unu. De man kos ABS, de man kos de man zei uroko. En bijna gie a kos dat ik, hoe de ernstig. Pai mi bunga kos dat ik, want mi dabaka ome arif nyama kos dat ik ba. Dat na hersani, nu de, a loonstructuur, wan teken uno CAO. Dat na eerste ni klif. Maar met arre bedoel je dreman na kwampal, no? Dreman na kwampal. Na uno na de eerste man. Yeah. Uno na de frontliners. Hoe komt dat zo vaker gebeurt, jong? Hoe komt dat het zo vaker gebeurt? Waarschijnlijk onze nette infrastructuur. Kan play wat rol, maar je hebt ook mensen die dringen zijn rij. Uno no man bepaalde des maar zijn rij. Wij worden betaald voor herstel. Dat na ufak. Dat na apunt zou we meki. Alle schade sa ekong na net infrastructuur. Na a ploeg die zien, na de man die zien, na de man, sa e zorgo gie herstel. Dan, pa yu fudum herstel au roko no. Ja, maar Shano, if i da nga ma vrouw, ja. Isabi, da gegeven moment, i ta ga vrouw dak yo lusu, de gwili ba vrouw. Maar a tamara gewoon a vrouw apu an trama en je wordt niet gemist. Dat doet soms pijn. Ja, tuurlijk. Want ja, nu blijkt dat alles normaal doorgaat bij de IBS, anders dat jullie staken. En dat is het probleem toch? Ja, dat jullie vergaderen. Dat jullie niet werken. Kijk, het probleem is... Ik weet niet wat het probleem is van deze gasten. Ik moet ze noemen gasten. Het begint vanaf de VP, de Nationale Assemblée, de president. De president. We hebben een motie ingediend. Laat me het zo zeggen. Want
Er zijn een aantal punten aangebracht in die motie. Geen van die mensen komen praten. Geen gehoor. Dat is tot een bepaalde tijd. Ja toch? Dat ding is op een dag te veel geworden. We hebben niks gedaan. Een maand lang hebben we gezeten. Eigenlijk geen. Een maand lang. 12 jaar lang. Zonder een extra. Extraatje. Ik vind van betalen ons goed. Dat is alles wat we willen. We willen gaan werken. Het is niet dat we niet willen werken. We willen werken. Maar betaal ons goed. Maar we hebben natuurlijk iemand daar geplaatst. Waar de onderhandelingen moeten plaatsvinden. Hij doet alles voor ons. En ik weet niet wat er zo mis is eraan. Cliff, binnen spring een tapatorie voor hem. Maar je haalt wel een mooi punt aan. Stel ik dan een vrouw. Ik wil liever vrouw. Dat vrouw neem is jou. Je denkt dat als mijn neem is jou. You know, subscribe sa omdat you know, ambo mui moro. En op basis fus fa asma, o horen sref hei, aberika tak ei mino meka maja shi tak asane kuinsi. Want, ika gwe liba fro asma fenu an tramang, kada fenu an kaimang, kada fenu an patron. Ma ifa fenu an kaimang klef, you know sabi. Just na kaimang da ibias no de. Mino kar de man kaimang, mino kar no wa man kaimang. Nou, ager story weji. Nou, ager story weji. Maar ik wil zeggen, eigenlijk. Dat ding, the show is going on bij de EBS. The show is going on. Mano wans mano sap intern sa EBSA. Mino konja fuko taka interna. Ma unu rekomance refi, unu sap seipsa. Mami wans sap seipsa, dat volle koe. Het is ook ons bedrijf, seipsa precies. Wat ik vind, ah je probleem na, luk ono. Mi vind de deskundige man to, de deskundige, voor aier elektra gebeuren, EBS sani, ja to? De man daardoor zie. De mij te contractors. De mij mikman gewoon. Alla lol. Gewoon de mij mikman dat. Maar kan je ze kwalijk nemen? Ze kunnen niet nee, zitten. Nee, ik ben nog niet klaar. De mij mikman. Maar heb je ook niet gemerkt dat je kies alpha spanningen? Nou, zo. Ja. Heb je niet gemerkt dat apparaten via bro? Deskundige. Niet toch? Goed eerlijk. Mijn naam is aan dat. Meer ook een bedrijf. En mijn 4K bedrijf toe. Maar voor zo'n multinational. No man, je moet ook een auto. Dus al die stroomonderbrekingen, los van Mazaré en Akpaal, maar al die toestanden hebben te maken met het feit dat naar de contractors dus afzalen maar moest doen? Ja, ik wil ingaan, Robert Cliff. Mm-hmm. Die mannen zijn geen deskundig personeel. Die mannen zijn ondeskundig, die mannen zijn contractors. Die mannen moeten. Die mannen nu richtlijnen geven om te werken. Hebben ook geen ervaring op het stoomrokkengebied. De mannen fietsen mij fiets. Geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld, de man zoekt een storing. Ja. Uno thuis zoekt een storing, sturen we de storingsdienst erop. De storing is go, de man lokaliseert. Soms de mannen maar vinden, dan heb je de lijnploeg. Dan heb je de troubleshooting, over mijn situatie daar, dan de lijnploeg is go. En voor veel een storing is makkelijk. En de man zegt ook een uno, dan gaat de boy, de man zegt boom boom. En wat ook gebeurt. Maar, volgens mij, ik ben een leaker, dus aan mijn actie. Ja. Mijn hoop, ik wil ik naam tapo. Laat stroom gaan, ja, dus ik neem aan, nou een storing. Dus dat stroom komt baga, neem ik aan, de maffin een storing. Dus dat klopt niet helemaal wat je zegt. Mag ik misschien inkomen? Ja. Het gaat van geval tot geval. Mijn eigen ervaring. In zijn zak, periode van nu, ja, zo. Vergaderperiode. Mijn schrijf naar stroom, maar zo. Er komen waar wij normaliter mijn storingsmannen, ik ben toevallig van de storingdienst, ja. Rukken uit met 2 mannen. Er komen 4 mannen daar. 2 wagens, 4 mannen. Om een storing op te lossen. Toevallig min op dat ook zo. De man komt, de man doet dit en de man doet. Maar ik kies van telefoon van, hey, we hebben nog niet overal in het huis spanning. Mm. Ik kom naar huis, ik pak mijn meter, ik begin te meten. Halve spanningen. Het was tegen 7 uur. Plotseling ik eerst na een stoplicht is op daar, maar ik jump het op oranje toch. Hij heer alsof me. Ik knipper, ik dan zie. Gevaarlijk? Ja, ja. Alle mijn apparaten kan goed. Maar het gevaar, ja, ja. Kijk, ik heb misschien het geluk dat mijn abtien zo'n ervaring, maar haar mistekker poeroe. Maar ze hebben zo'n gemeenschap, zo'n ervaring dat hij. Toch hier, er worden contractors ingehuurd. Ze hebben misschien ooit iets wat gedaan, de mijn bouwlijn die nu of zo niet. Maar een storing en een nieuwe lijn bouwen. Dikke potpaal, dan gaan we zoeken storing, naartoe verschillende zijn niet. Maar kan ik dan zeggen zoals jij zei van,
kerstmeel geeft, onze natrap. Even goed kan ik ook zeggen, jullie geven niet de contractors een natrap. Ja toch, uit ervaring praat ik toch, Cliff. Die mannen zijn van de straat gehaald. En die mannen, die zogenaamde opzichten die met die mannen meelopen, zijn ook even ver als die beheren. Ik kan je dat zeggen. Het is onze ervaring. Die mannen kunnen geen storingen vinden. Ja. Die mannen zijn ver weg van storingen. Maar hoe lang zijn ze duur, joh? En ik denk ook aan allemaal dat wij vinden. Met brillen dat je. Hoe lang zijn ze zo duur? Wij zijn ook benieuwd. We hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. We hadden echt niet gedacht dat het zo lang zou duren. En ik vind het frappant, niet om een beetje te veel te gaan praten over de geschiedenis. Maar vroeger duurde het niet zo lang. Mm-hmm. Wanneer we actie voerden, dan was het 1 dag, 2 dagen. En toen was het plotseling opgelost. Mm. Dus ik vind het nu ook vreemd dat het zo lang moet duren. Bijna een maand. En dan vind ik. Oké. We zijn al meer dan een maand. Toch? En dan vind ik, kijk. Het feit dat. Ik weet niet wat ze van ons willen. Wat ze van ons verwachten. Want we gaan niet opgeven. Als het een klein ding was, dan hadden we binnen een week of 2 weken al opgegeven. Dat we zeggen van, hey, sorry. Maar. Dit is iets dat we al sinds 2012 leden we al eronder. Ik bedoel, men vindt van ja, steeds komen er nieuwsjes van de EBS uit. En waarom kunnen jullie bepaalde dingen niet gewoon onderling doen? Hij zei ook sinds 2012, jij herhaalt het. Ja. Even goed, de man kan dat je vanaf 2012, dat vanaf toen eigenlijk, ben ik extra bari. Want Leo kan niet zeggen van maar. Weet je, ik nam ik creëer een probleem. Nee. Oké, ik wil ook wel een beetje ingaan hoor. Want ik was ook toevallig dichtbij de vorige voorzitter. Die man heeft ons al die tijd misleid. Die man ging voor eigen glorie. En daarom zit de OAS in grote problemen. Die man heeft aan zichzelf gedacht. Je weet, ik denk aan toen man dat ze ben. De man betwijfelde mijn vrede, maar nu. De man eiko oppo, de man pina, Cliff. De man a monif nyang. De man a monif tenke, monif kakar okor. Het is moeilijk voor ons. En ook, de man taki, je hebt me net gezegd van, ager tak, de man ba a netwerk voeren in. Ja, dat dingen normaal doorgaan. Nee hoor, Cliff. Die man hebben behoorlijke storingen die ze niet kunnen oplossen. Hoor ik je zeggen dat ze dit niet lang gaan kunnen volhouden? Ja, dat zeg ik wel. Die mannen hebben ook recent, dat heb ik ook vernomen, een 6 café trafo in een 12 café net gestopt. Hij had trafo bron, sommige dat je net kosten dat bij. Maar ik denk maar een beetje tegen de sanity. Oké, maar jullie van de bond. We zijn niet van de bond, we zijn leden van de bond. Ja, jullie zijn leden van de bond. Ja. Hebben jullie ook fouten gemaakt in dit alles? Hoe doe ook toen je evaluatie van, hey, kan de Uben pak die zich anders aan? Of zeggen jullie van niet? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Weet je waarom? Net als wat ik aangeef. Oké, mijn collega daar zei het net. Kota gewoon ligt vast aan de. Meneer Hellings de Nuno de, voorzitter, we hebben hem daar geplaatst. Dat is een realiteit. Tra, voorzitters bij de jaren daarvoor. Mijn conclusie, je hier retorie, je hier resans heeft ze. De staking is staak. Na 1-2-3 day. Als een city ba. Wat wij zien bij meneer Hellings. Meneer Hellings is oprecht. Meneer Hellings. Hij leidt een vergadering. Een bondsvergadering. En dat van heel oost. Heel anders. Net als wat het moet zijn. Hoe was het vroeger? Het was niet zo. Net als wat meneer Hellings nu doet. Wat is het verschil? Het verschil is. Wij leden hebben ook te zeggen. En wij leden bepalen. Oké. Wij leden bepalen. En omdat wij bepalen, en ik wil trouwens wat ik vastzande, na zou je hier, alle de voorzitters af visie, alle koude maar ben je worstjes hier. Dat na hier zijn niet. Worstjes? Na zo we takken, na worstjes de maar ben je. Zo dat. In een bedrijf toch? In een bedrijf bijna tere man. Na worstjes de maar ben je. Wat ik gewoonlijk vastzande. Want look, een regering, tap regering. Ik kom, want er directeur, constant want er directeur. En als er directeur, als directeur zou komen, ook een horas aan zoet. Ga maar lekkers.
Somi Esheng, wat dat gewoon lekker vast aan de. Somi Esheng. Want dat bespreekt dat bijna heel EBS. Ja, en ze hebben duidelijk een verschil gezien bij meneer Hellings. En meneer Hellings is tot zover wat wij hebben gezien goed voor de post. En dat kunnen wij als leden ook niet zeggen van niemand gaat om zeil of een en ander. Daar is hij gezet. Hij, met hem moet iedereen onderhandelen. Ja, het leek inderdaad ook daarop. Want Isabi, vaak genoeg. Tewa actie na lange blot ook. Daarna verloop van tijdje zie je dat hij begin brokkel af. Maar in jullie geval merk ik dat hij nog steeds die ondersteuning krijgt. Ja, omdat hij maar een worst, dat is niet. Aman ne nyama worsto. Aman no wani. Fast barada wisna wa yari ungos don da pe. Serizo? So langa oplose ne kom. Uroko ne uroko. Ne wo se e verkade, wo se e verkade. 12 jaar lang of 12 jaar terug BMG a direksie a opdracht dat er een nieuwe loonstructuur moet komen. Mino sapsa oru voorzitter na a direksie toen city. Maar de malanga want to kroi mal ender tijd juno. Tok de mahoru sud. Maar die dena dee, asan nego moro. We gaan voor het, tot het bittere eind. Toch? En dan moet de samenleving ons niet kwalijk gaan nemen. Want wat perceptie dena, als samenleving ook toe van de EBS'ers verdienen bomvol geld. Als ik moet horen dat mijn collega van de EBS verlaat om voor een importeur te gaan werken. Toch, ik wil geen namen noemen. Maar importeurs die koekjes importeren voor een samenleving. Dat begrijpt u al hoe ver wij zijn gevallen. Toch van, hey, aan neem biggie van, hey, Euroka, EBS. Tramaisje van, oh, look, de man aan de biggie pakkie. Terwijl mijn collega Egwe, voeg ook ook iemand koekjes importeur. Dan gaan we salaris kan deze allemaal beverdienen, ja, toen gaan we drie maal morgen voeren samen ik is dat. Wij die nog gekozen hebben om in het bedrijf te blijven, wordt er op een dusdanige manier met ons of tegen ons gewerkt dat de politie allerlei dingen zoek moet komen. Er wordt altijd gekild door de directie, er is geen geld. Van waar gaan ze nu dat geld halen om die contractors te betalen? Er is geen geld, toch? Het bedrijf heeft geen geld. Maar een maand lang betaal je al contractors, waarbij wij het werk veel beter en sneller hebben gedaan. Hmm. Ja, ja. Laat de gemeenschap ook daar naar kijken, toch? En de mensen die zo hard gillen van hey, het bedrijf Namoni. Maar je hebt een paar contractor, toch? Van waar ga je dat geld halen? Ja. En dat bedoel ik precies. En dat bedoel ik precies. Kijk, je hebt wel geld. Kijk, we praten over een multinational. Ik zie het als een multinational. De EBS. Er is maar één, er is geen twee. Maar één is er. Maar je hebt wel geld om dollars te betalen aan contractors. Mensen promoveren, mensen als staf te maken, een en ander. Weet je hoeveel geld dat is? Maar je hebt wel medewerkers die daar buiten zijn en die een beetje dus die, de waardering vragen. Maar je kan dat niet doen? Nee toch? En dat is het probleem. En daarom is meneer Hellings daar. Omdat Amanenyama Wars, meneer Hellings is precies puntjes op de i. Hij checkt alles correct. Niemand gaat hem komen omdraaien. Wat Saaroko maar moest kiezen naar dat naam. Even om onderhandel ving, dan naar dat. Mm. Want natuurlijk gaat hij niet zeggen van, hey, naar dit meme kiezen. We gaan erover onderhandelen. Wat oud-journalist zijn, een bericht Jimmy. En een bericht die zo trigger uno. Maar dat nou zaak. Jullie zullen erop moeten reageren. Die oud-journalist zegt. Eén, look het op mijn telefoon. Ja, want de oud-journalist. Ja, dan moet je niet zo dicht bij me zitten. Hoe is het mogelijk dat zo'n grote groep in staking is? Jullie moeten me wel laten uitlezen hoor. Hoe is het mogelijk dat zo'n grote groep in staking is, maar dat er toch volop normaal stroom is? Is dit geen indicatie dat er daadwerkelijk te veel medewerkers in het bedrijf werken? Is dit niet een strategie van de DRICO om de samenleving de noodzaak van massa-aanslagen te tonen? Het maakt niet uit wat er intern gebeurt. Er is stroom, dus de actie heeft geen effect. EBS werkt al jaren met contractors die delen van het werk doen. Die contractorbedrijven zijn in veel gevallen beter equipped dan de EBS'ers. Welke rol vervullen de staffers? Jullie nu!
Maar ik dat goed auto. Zo. Dus eigenlijk zijn mijn tak drapen is een lachertje voor ons. Omdat Mika tegen jullie aan mijn vriend tak een bedrijf het draai naar de contractors. Amano saba schade sa de contractors en recht aan voor het bedrijf draai go doro. Ik vijf hier zo net mijn collega tak ik ba. Uno saba verschil voor de trafo's. De uno go te kwan trafo, u sab so trafo moest go in aan het. Je nog kapot wat 6 kafi tap wat 12 kafi lijn, jo bromeng. En ons abonnement wat trafo, ons euro ko in a bedrijf, ons abonnement wat trafo. Ama itaken boom. De EBS is beter, de EBS, hey, die contractors van hem waarover hij praat, die zijn beter equipped volgens hem. Yeah. Omdat ama waarschijnlijk kan de ama aandeel, of ama na wan nevo van ama die na contractbedrijf, we gaan ama de sanati. Lek van EBS de, uno EBS er, we gaan alle contractor. If you vindt dat you mag ondersteunen a samenleving, you mag ondersteunen a samenleving. Maar de a schade kon, tap suma preti ekos don. Tap a sem EBS bedrijf yeah, disi. En dat de mane verstaan. If a money de no no de, fu pay de contractors in dala, want u sap tak na in dala de contractors se verdien, sa do you fu pay de roko man, sa sabau roko, sa unu ki sa opleiding fin, want u follow komen training, u moest in klasse sette klif. U bems da skoro, en an unu bems da skoro, omdat u bede, an an, de man bewa upgrade alamang. In konta po an bepaald niveau tak te yuna wan EBS man. Je roko tapa niveau fa EBS wani. You le contractor mag do ala yu sani yu mag ap ala yu equipment. Maar solanga yuna ap EBS na yu baka, yuna man voer niks uit. En dat na a verschil fo unu nanga de contractors. We geven niemand een natrap en une chineer tap nuance ma. Maar yu roko sa yu wan voer uit. Je mag vervoeren uit, maar je gaat het altijd onder toezicht van een EBS'er moeten uitvoeren. Dat je mag de winst op het contractbedrijf, Johanny. Ja, ja. En als de machine zo dat kan de bedrijf op toemsi voerman de zijn euroko schrift schrift. Dat de man moest lukken. De man om lukken aan groep zijn euroko, want de man een werkende groep is zoeken money. Ano de man sane worko, de man is schilek kan de ay uan vergader constant uan die vergadering, omdat uan sabotera san. Uno no sabotera no asma, mi no an mek mi mas don sondre strom tu. Ma als het moet betekenen tak uno kong beter uit de bus, na nga beter betaald, dan ma nga mi mas as doi na dung roulette wang kandra ere. Dat dan moet het. Je bent wel bespraak man. Ama is wat erop voor, zet er. Baga helix. No, mi no de sofara ete luku en nog iets. Luku te efet na nga wang man, uno ne mi okare feti, omdat ne shilek na fet de mei fet na nga uno. Toch? Te you effect na nga man. Te you want sap you feyanti. Im arki fo samay tegi. En de man tegu boom for sani. Dang aman fentak, dang tramano gwa score of trom bonds voorzitter. Bonds voorzitter roko eigenlijk na lobby mlobe want money no deening. Te you effect gi roko man mika tegi you lek bonds voorzitter. If you kon na nga wan kri ati, lek fa unu shitak helengs effect na nga wan kri ati. Na nga man kri verstang, dou pota man drape. Bonds voorzitter no abi money. Paste je een voerabond, je kon goed doen. Zo. Als ik ook even wat kan toevoegen aan dat. Een klein deel hoor. Kijk, de manier hoe uw collega dat ding heeft gemeten. Ik merk dat vele mensen dat ding zo meten, maar dat is het niet. Dat is ook werkelijk de manier hoe de leiding van het bedrijf nu wil laten lijken alsof er niets aan de hand is. Want er is stroom. Urenlang zit je zonder stroom bij een storing, maar er is stroom. Maar dat is niet het heel werk van het bedrijf. Je hebt zoveel mensen op zoveel verschillende posten. Alle andere werkzaamheden worden nu even on hold gezet. Hou even vol totdat die actie van die mensen voorbij is. En dan gaan die mensen, diezelfde mensen die die acties hebben gevoerd, die gaan alle achterstalligheid dan moeten opruimen. Dus voor ons is het ook niet prettig om nu gewoon hier zo te zitten. Van ja, waarschijnlijk willen ze gewoon makkelijk iets. Nee. We weten wat we doen. Het is een fitty. Voor ons heeft het ook zware consequenties achteraf. Ja. Oké, iedereen heeft erop gereageerd? Ja. Laat me een paar van de berichten lezen, heren. In verband met de wegafsluiting door de politie bij EBS, volgens uitleg van de heer Kentswil, heeft het puur te maken met veiligstelling, stroomvoorziening. Lijkt mij onzin, want niet om het een of ander, als EBS de stroomvoorziening lam zou willen leggen, dan is die wegafsluiting een lachertje. Er zijn vele mogelijkheden om dit te doen. Dus het lijkt meer erop dat men een zogenaamde anti-riot opstelling heeft en men voornamelijk als doel heeft om het publiek te frustreren wat het betreft een drukke verkeersader
en ze kiezen ervoor om het tijdens de drukste tijd te doen. Er is geen logica in zijn verhaal. Hij spreekt zichzelf ook tegen, want hij noemt het enerzijds een kleine issue, terwijl hij anderzijds vertelt hoe gevaarlijk de situatie blijkbaar is. Sorry nogmaals, het afsluiten van de weg is volgens mij meer bedoeld om de EBS-medewerkers te provoceren en zeker te escaleren en tegelijkertijd de gemeenschap te irriteren en zich tegen de actie van de EBS-medewerkers te keren. En na het beluisteren van het interview met de heer in de studio ben ik er nog meer van overtuigd dat de opzet van de politie en degene die hun de opdracht gegeven heeft, dat het om provocatie gaat. Het gaat de beleidsmakers niet om met elkaar te praten en een oplossing te vinden. Er is steeds hun werkwijze geweest. Nee, God, het bericht is lang, man. Ik kan niet alles lezen, hoor. Het lijkt alsof ik voor de EBS kies of wil praten. Ik wil antwoord op de opmerking van de oud-journalist. Nee, een opmerking in antwoord op de oud-journalist. Het is juist omdat ze hun werk zo goed uitvoeren, dat zaken tot nu toe goed verlopen in stroomvoorziening. Het getuigt juist van professionalisme en niet van rancune. Want als ze rancuneus hadden willen zijn, had de gemeenschap het echt gevoeld. Jullie krijgen ondersteuning. Ja. Moet op adem komen, bericht langer. En dat is het precies. Dat is het precies. Kijk, dat van de Saramakasraad, de vergadering is naar daar verhuisd, laat maar zeggen. Dat van de OAS. Is om ons stem te laten horen. Dat ding is te lang. Kijk, we zijn allemaal daar. Vreedzaam, losverbetering, looncorrectie. Het wensenpakket moet een start krijgen. Tenminste, een datum moeten we horen. En we waren een aantal uren daar. En nooit eerder iets kapot geslagen of vernieling aangebracht. Niets hebben we gedaan. En dat van meneer Kenswil, ik vind het wel jammer, net als wat mijn collega ook even zei. Ik vind het echt wel jammer dat de politie zo heeft gehandeld. En wat is nu gaan gebeuren? Ze hebben het geëscaleerd, is niet wij hebben het geëscaleerd. De poort is gebroken van de EBS. Ze hebben ons zodanig geduwd. Hé, de mapoes hoe nu toch? Je zou een beetje zien. Hé, aan het zien zo. Maar, oké, dan nog zag je wel even van, hé, de man nou aan de toemsie. Maar de mapus uno, als de mapus de mapus uno hier port broko. Ja, maar wat gaat gebeuren straks? De man wordt naar uno oos man, de leader broka port. Terwijl dan de scout doet hij als een Steve port. Ja man, ja man. Newport schreef je. Newport, ik weet niet als iemand is. En daar is het misgegaan. Er is een bestuurslid van ons, een dame, Judith. Bernet. Trots op haar. Ze heeft flink en genoeg rustig beheersend met de inspecteurs gesproken. Omtrent waarmee we bezig zijn daar. Het vergaderen of een en ander. Maar die mensen willen niks horen. Ik krijg een gevoel, oké, ze hebben opdrachten gehad van hogere hand of een en ander. Ze moeten het uitvoeren. Maar zo ga je niet met ons om. Maar klopt het wat ik heb gelezen in het bericht van... Je hoeft daar niet te beginnen, daar komt de regel op neer. In afbeveiligd drapen, wat is een andere mogelijkheden voor tabastroom? Ik ben leek, dus ik wil het weten. Ik wil jullie een probleem geven, ik breng jullie een probleem. Dus ik stel die vraag, want ik, kijk, nee, serieus, ik stel die vraag als leek. Clef, luister. Want ik weet, als ik mijn microfoon moet inschuiven, of als de mensen me moeten horen, dan moet ik hierop drukken, klak. Dus als jij me nu zegt van er zijn andere mogelijkheden om toch te horen te zijn, dan wil ik weten welke zijn die mogelijkheden. Clef, wij zijn specialisten. Maar hoe nog doen? We hebben een hart voor het bedrijf. Maar kan dus. Het kan ja. Ja maar ja. Niet speciaal zijn aan nee, maar wat de politie daar zegt is papa kaas. We zijn veel verder dan die mannen. We mogen daar blijven. Maar als we willen saboteren. Als zijn ze daar toch gaan zijn donker. Ja, dan wij zijn de specialisten die hier... Ha, dus die even. Hij zegt, als ze daar zijn, zijn donker. Toch, ja, ja, toch in donker. Oh, ja, ja, ja. Wij zijn die hele mensen. Wij zijn, ja, ja, ja. Nou, voor wie kiezen we gaan dat maar. En als we in die 4 weken niet eens een speld van het bedrijf hebben gebroken. Maar die dingen dan, doen we niet. Gaan we vandaag aan de dag andere problemen creëren. Nee. Klep bij we schakelen uit naar binnen wat wip. Terwijl is dat, ja. Uchapit boel, mono doen.
Nee, die dingen doen. Ik moet dat doen. Hoe dat doen? Wat na die luigi is. We hebben het al gezegd. Als Asa maar een kerst met takdappe, wie zou maar bevelen? Heer hoeft kan ons dat niet. En van konden moest lamen wel, lamen. Kan dat maar gewoon bevelen? Wij hebben een expertise dat die. Maar hoe dat doen? We kennen onze verantwoordelijkheden. Dus laat ze rustig gaan werken. Rokolai, criminaliteit, hier. Met de man geen rango, flora, met de man zorgo, met de man go luko dat petak, hey. Met de man rusko in de buurt. Maar EBS'er, no. We zijn echt trots op onze werk. En we zijn gediend bij de gemeenschap. Ja. Oké, middag heren. Ik heb helemaal geen commentaar op de heren. Ik moet alleen constateren dat ik het super vind dat het moreel heel erg hoog is bij ze. Ik wens ze dat het zich bij de hele vakbeweging zou manifesteren. Ik schreef eerder, ik heb in 1969 en 73 meegemaakt en ik proef in deze actie eigenlijk het moreel van toen, zegt meneer Erwin. Agressie is de werkwijze van de ABOP. Kijk maar naar de VP. Alles wordt met harde hand aangepakt. Ja, maar in dit geval is het geen ABOP, toch? Nee. Dus ABOP heeft... Ja. Het is toch ABOP's ministerie, NH? NH, en ja. Just Paul, daarmee is het ABOP contra ABOP ministerie tegen contra ministerie. Ja, oké. Dus a play onderling, dat we in tweede mij naar kunnen. Wat zich nu afspeelt, als het bij de vorige regering was, hadden alle vakbondsleden zich solidair verklaard met de EBS-bond. Nu laten ze de EBS-bond in de steek. De vakbond en vakbondsleden hebben onder deze regering geen kracht. Voelen jullie in de steek gelaten door de andere vakbonden? Ja, toch wel, Cliff. Eigenlijk, minder de eens. Oewasari. Ja, nee, maar als ik naar ben, man. Oewasari. Nee, look. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde is, heb je toch? Wat ik wel erg vind, dat we 4 directeuren hebben. Geen één die de andere corrigeert. En dat is het gevaarlijkste die ons nu te... Nee, mag ik aanvullen? Wat mijn collega probeert te zeggen? Oga, er zijn directeuren daar die van de EBS afkomstig zijn. I'm sorry. Ik vind toch dat ze weten precies hoe alles regelt en zeilt binnen de EBS. Ze weten precies wat de salarissen zijn. Noem ik de mandraengi. De massa precies. Kunnen ze Leo zelf niet zeggen van, waarmee je bezig bent, is niet goed. Kan je de VP of de president niet zeggen van, je bent niet goed bezig. Het is werkelijk waar dat die jongens niet goed betaald zijn. Ze zijn onderbetaald. Niks zeggen ze. Maar wat is het? Broodvries. Ze doen alles wat iemand zegt. 1 persoon maar. Ik weet niet wie kan aanvullen. Ja. Ik wil zelf nog toevoegen aan dat verhaal. Het is niet dat die directeurs niet weten. Meneer Leo Brunswijk zelf, toen hij pas kwam in het bedrijf en hij kwam kennismaken met de arbeiders. Hij heeft uit zichzelf verteld hoe erg onze loon is. Hij zei, hij heeft het onder ogen gekregen en hij vond het zo erg. Hij heeft ons overtuigd dat hij gaat werken voor ons, hij gaat vechten voor ons. Zijn woorden, hij kan heel overtuigend zijn. Want er werd nog aan hem gevraagd, hoe ga je het bewerkstelligen? Zoveel directeurs in het verleden, niemand heeft het kunnen doen. Ja, ik ben heel overtuigend en daarom ga ik die case voor jullie maken en het gaat komen. En dan vind ik het erg dat we nu zo lang moeten in de clinch moeten zijn voordat er een oplossing komt. Van iemand die heeft aangegeven uit zichzelf, ik kom en ik zie hoe erg jullie loon is. Ik zie hoe erg jullie lot is. Er wordt steeds aan de EBS'ers gevraagd. Jullie hebben een verantwoordelijkheid naar de samenleving. Hou nog even vol. En eigenlijk met dat verzoek zijn we steeds verder en verder gebracht om te zeggen van oké, kolibe even eten. En zo zijn we zover gekomen. Maar die mensen weten het. Ja, oké, ik lees mag even... Mag ik even aanvullen? Ja, hij heeft eigen mic. Hi. Dezezelfde directeur die nu daar aan zit, heeft gepresenteerd dat de EBS qua benchmarking van Suriname op de 13e plaats qua salarissen staat. Hij is naar ons gekomen en ons het vertrouwen gegeven dat hij eraan zou werken. Niet om op de eerste plaats te zijn, maar tenminste iets hoger op de ladder te komen. En vandaag aan de dag
wil hij niet eens tot ons komen praten. Van, hé, brada, ik had jullie dat gezegd. Maar kan je me een beetje wat trafassie? Of, ik heb nu de ruimte niet. Kom tenminste praten en zeggen wat de knelpunten zijn. Zodat wij ook kunnen weten. Van, hé, nou, daar kunnen we een beetje rekening mee gaan houden. Maar niet omdat jij daar in de plaats wilde komen. Ben je met zulke mooie praatjes gekomen van, hé, nou, we gaan werken. Ik ga dit doen, ik ga dat doen. Jullie gaan hoger op de ladder komen te staan. En nadat je daar je functie hebt gehad, vanuit de afstand kan je niet beoordelen als EBS ondanks de werkneerlegging goed draait. Ga naar hoeveel gebieden dagelijks verstoken zijn van stroom. We zullen nadat deze zaak is genormaliseerd horen hoeveel schade de contractors hebben aangericht door ondeskundig handelen. Limbota bij de bouta de bogot tot het uiterste anoding en nu de vrede zogenaamd. En hier die straat ging van Sommelsdijkstraat. Wat hebben de heren van IBS gedaan dat de agenten zo zwaar zijn gegaan? Waren ze gewapend? Dus deze vakbondsleden eten dus geen chowmin. De directeuren eten ook worst. Beledigingen kan ik niet lezen hoor, helaas. Ik wil ook wat toevoegen hoor. Over ja. Al die banden. Ik ga niet verjokken. UFAF heeft ons vanaf dag 1 geondersteund. Mm-hmm. De politiebond heeft ook gisteren een seminar gegeven. Dus als we praten, dan praten we meer over de richting van C47. Call. Die call. Die hebben ons nooit nee, die power gegeven. Nee. Maar over UFAS gesproken, zij zijn vanaf dag 1 met ons. Oké, we rond af. Laten we bij Brille getrouw beginnen. Wil je nog daar blijven werken? Interessante vraag. Kijk, ik heb al op verschillende plaatsen gewerkt en ik vertel dat ook al tegen iemand. Sowieso, als er geen oplossing komt, dan kan ik mezelf niet achterhouden door maar daar te blijven. Je denkt niet na om weg te gaan. Weet u wat het probleem is? Verschillende bedrijven hebben problemen. En als je het probleem niet oplost waar je bent, of je vecht niet om het op te lossen waar je bent, dan ga je naar een andere plek en dan heb je weer een probleem. Ja, ik heb het al zoveel keer ervaren. Ja. Je houdt van de IBS. Ja, ik hou ook van de IBS. Lange? Klip. Je loopt een bedrijf. Ik ben een boerderijk, maar ik ben niet meer een prijsje. Ik hou van IBS. En wat ik wil meegeven voor de gemeenschap, hoor ik je patiëntie. We zijn geen kwartwillige mensen. We vinden het wel fit. We stappen het aan moeilijk. Maar wat oplossingen komen. En wat ik ook mee wil geven is aan de overige drie directeuren die echt stoomvoeters zijn van de IBS. Barada, Oro Ede, Okisu Ede, Barada. We spreken tegen elkaar uit. Als dat nou een gevaarlijk spel zou play. We hadden meer van jullie verwacht. En daarom, als ex-voorzitter Betaki, heeft me met een man in het systeem groeien. Dat is een probleem je kiezen. Dat is wat ik moet aan samen leren. En werkelijk, ik kom uit. Mensen die zijn geschoven van IBS'ers naar iets hogere posities, de Malibu totaal in de steek. En, maar ja, wat gaat dat? De naam nogmaals? Christian. Christian, dus eigenlijk is deze uitzending ook niet maar een garantie, de gemeenschap, dat van jullie kant uit geen enkele handeling gepleegd zal worden om de gemeenschap in het donker te laten zitten. Absoluut niet. If mijn omgeving valt, dan ligt het niet aan één IBS'er. Laat dat duidelijk zijn. Wij gaan dat niet doen. We hebben het niet gedaan en we gaan het ook niet in de toekomst doen. Want onogobroku egisani. Want morgen moet ik ervoor weer gaan betalen. Mm-hmm. Toch, we gaan dat niet doen. De gemeenschap mag gerust zijn dat er geen sabotage van elk één IBS'er gaat komen. Wat de natuur met zich meebrengt. De Drumumasa, de Maichakon, daar staan we niet achter. Mm-hmm. Maar van de IBS'er mogen ze 100% zeker zijn dat wij niets gaan doen. Ja, het klopt nog steeds voor het bedrijf. Helemaal anders was ik niet gebleven. Jano, ja, tot slot. Ook allemaal bij dezelfde mening toegedaan, ja.
dat van de EBS. Kijk, wij EBS'ers, leden van de OAS ook en trouwe EBS'ers. We kunnen maar zeggen van hey, we zijn trouwe EBS'ers. We houden van het bedrijf. Maar er moeten veranderingen komen. En daarom had ik ook eens eerder gezegd. De bond is ons gesprekspartner. Trouwens, ik ben wel trots op de leden. Mijn mede-collega's hebben zich getoond als één. Eenheid, power. En ik denk niet, we zullen tot het bittere eind gaan. Ik denk niet dat deze bond zich gaat laten weggooien. Want we hebben al gezegd, het stopt bij deze bond. Ik weet niet van die andere bonden, maar hier gaat het wel stoppen. Ja. That's it. Jij blijft nog overtuigd? Ja, zeer zeker. Goed heb je ernstig. Een bedrijf die is leer. Lekker je loopt op een bepaald vak. Toch heb je loopt elektrisch roko. Je had een elektricien. Wien suma. Dan heb je een EBS in de korio. Een bedrijf die is leer je voeren. Je gaat om een precies. In z'n hand ik ga precies. Dankzij een bedrijf die is. Zal nooit mijn beetje eten. We gaan feti. Omdat u loopt een bedrijf. Als u nog bij een feit moro, allemaal bij dine ontslag in, allemaal bij gwe. Toch bij een bedrijf die de man mek, de man draai een lek van de man vier takken moest draai. Maar omdat we shit takken go scheef, mina nga omen trouw rokoman, de leader sa knap nou baka, a heer bonds, a heer oos, sa knap nou baka, na omdat we shit takken go scheef, an ego gewaardeerd, daarom mek we feit ete. Klef ef u bij een gwe, waren we al lang vertrokken en dat EBS belegi. Dat wil ik zeggen tot slot. En natuurlijk die collega's, de mensen vieren beterheid idee. Ja. No give up. We zijn geen strijd aangegaan voor GoFit tegen ons school toe. We hebben geen vergadering gestart om in opstand te komen tegen mede-collega's. Wat we willen is slechts verbetering, niet alleen voor de kleine man, ook voor de MBV'ers. Want if Mikisa percentage, de MBV'ers kiesa percentage en natuurlijk ook de directie die geniet van het percentage. Dus kade amman shita kama moni hei, kade daarom amman bereken tak if mi duen tumsi bigi, mo kies tumsi bigi dat de mo kosmi, dan lek van mambe tegu suma no one percentage, mo storten terug, wel voor diriko, if you vind tak a percentage of you odoro a limit, pe you no one eng, storten terug ga bedrijf. Laat het bedrijf gezond zijn. Je bent ook een diagnose van een gwe dat EBS gezond, maar je niet tolereren aan dat. Ik ben niet een man, maar als je een man gezond bent, dan ben je een gwe. Ja, waar gaan jullie nu vergaderen? We gaan nog steeds bij ons bondsgebouw. Waar is dat? Aan de Drambrandestraat. Oh, ja. Daar gaan we even weer terugtrekken om natuurlijk de vergaderingen voor te zetten. We hebben gehoord dat de politie zich gaat bivakeren. Misschien kan je ook join de school voor bivakeren. Ja, voor het bedrijf veilig toe. Want ja, bepaalde school toe. Uno sapsa school toe aan doen. Dadelijk school toe doen. Na EBS mancha porne. Dus dat je uno na de man moest bivakeren doen. Maar voor nu gaan we terugtrekken naar ons bondsgebouw aan de Drambrandesgracht. We horen vergaderingen door. En dan zullen we kijken wat er uit de bus komt. Heren, dankjewel. En veel succes verder. Hey man, mij fit. Ik ben weer gewoon nog buiten, jongen. Dus hoe lobasani, ik ga die spannende items houden tot het eind. Want hoe denk ik bij jou is wel, ik ga het nog een spannend ding, ik ga het niet vertellen. Want misschien mensen breken al op je. Die zijn een beetje onbeliefd, hoor. Minister Somohardjo, want ik heb u gezegd. Ja. Ik heb u gezegd. Mie of Mickey is, mijn minister Sabi, dat ene mevrouw Mildred boos was. Je weet, en ik tijdens het programma mee, Taïdak, mijn senaarbericht, ja, minister. Je weet waar ik kan bemiddelen, hoor. Tenminste, als er, je hebt sommige ministers, je stuurt ze een bericht over iets, en ze lezen het, en ze reageren niet. Isabi, volgens mij denken ze, ze zijn geweldig. Limburg vraagt mij iets. Ik vraag je niks, hè. Ik vraag het voor het volk. Isabi. Maar deze minister reageert sterk, snel.
en hij zegt, Cliff, de case van deze dame is gelukkig opgelost. Mevrouw Mildred, als u luistert, die app gaat over u. Die case van die dame is gelukkig opgelost. Geld van haar was al 2 weken bij de bank, maar de bank had verzuimd om het te verwerken. Ondertussen is het verwerkt en ontvangen, dat zei de minister mee. En hij zegt erbij, het is sowieso een omissie onzerzijds dat ze van de lijst is afgehaald, maar het ligt wel bij deze aan de bank dat ze nog niet had ontvangen, want ze moest vanaf de 31ste mei hebben ontvangen. Dan weet u dat, mensen. En daar had ik nog meer berichten. Iemand zegt over het gebouw. Die straat, die Sommelsdijkstraat, dat is die straat van poffertjes en zo. Het gebouw was van dozen. Hij verkocht materiaal voor de goudwinning. Hij is daarna verhuisd naar hoek van het Sigastraat en de Sofiretmonstraat tegenover de Warung. En volgens mij ook naast die Warung. Oké. Dan is Sapsani. En dit is zeer belangrijk ook, want welke kerel is het? Is het kerel? Oh ja, kerel ben je dat. Van Sommelsdijkse, ja. Een van de engste gebouwen van Suriname. En de Belastingdienst heeft last van asbest. Heel gevaarlijk. Oké, dankjewel, Karel. Iemand bevestigt voor een interview. Morgen in Baganatori zie je dus. Alweer de Baganatori, we maken een afspraak. Zo, mensen, de HVB. De HVB denkt erover na om met NDP te werken. Lebomi Edere na minister, dan mag je snel reageren, maar dit is te goedkoop om de bank de schuld te geven. Als zij dat geld op tijd storten voor de bank, kan het nooit gebeuren. Sorry hoor. Limbo, die arme bank, gaat nu de schuld krijgen. Limbo, het volk is laks. Wij, het volk, kan deze directie gewoon een lesje leren om gewoon niet meer maandelijks te betalen. Het zal helpen, denk je niet. Hoe is het met die dame van Saramaka die zelfmoord wou plegen omdat de weg zo slecht was? Nee, maar ze is niet. Ze is zo ver gekomen. En volgens mij, ik zie er. Ze hebt me wel vaker, hoor. Dus is dat mensen nog heel leven. Gelukkig. Dat zou te absurd zijn om. Wat jullie schrijven, om dat te passen op Mickey. Ik heb een boodschap voor onze in stamverband levende landgenoten. Vergis je niet. Grondrechten toekennen betekent het bos intact laten voor wonen, traditionele vormen van jacht, visserij, landbouw en medicijnen, niet voor grootschalige houtkap, goudindustrie, fabrieken en machinerieën. Dank u. Limbo, ik heb het reeds meerdere keren gezegd. Laat de directie opzoeken in Google wat betekent arbeidsvreugde. Dan kan men de problemen bij de EBS oplossen. En vakmensen zoals elektriciëns moet men niet onderschatten. Nee, tuurlijk niet zijn. Is een vak op zich. Maar is die weg gemaakt dan in Saramaka? Ik krijg minder klachten. Is het Mildred? Oh, Mildred, dankjewel dat je gaat reageren. Limbo middag, inderdaad heb ik mijn salaris mogen ontvangen. Vandaag. Nadat een ambtenaar van Sebuma de foto op mijn landsdienaar registratiebewijs heeft ontdekt. Mildred. Dankjewel Mildred, of mevrouw Mildred, dat u toch uw geld in handen hebt. Ik sta helemaal achter de leden van de EBS en ik hoop gauw
dat er een oplossing komt. De directie moet zich niet koppig opstellen. Ga praten met de mannen. Ik vind het wel lastig dat men steeds de politie uitscheldt wanneer ze hun werk doen. De politie is daar voor orde en rust. Men moet luisteren naar de politie. Als u niet gaat luisteren, gaan ze geweld toepassen. Lim, waarom komt de politiecommandant gecamoufleerd en zijn manschappen staan gewoon bloot? Die man was meer van plan, maar door de standvastigheid van de arbeiders is erger voorkomen. Telesuur en EBS hebben ook een ondersteuning gegeven. Ik kan niet alles lezen hoor. De arbeiders moeten niet opgeven totdat hun eisen zijn bewerkstelligd. Kijk maar naar de laffe achterlijke leerkrachten en hun bonden. Geen eenheid. Ze staken voor de lol en bereiken nooit hun doel. EBS'ers, big up. Hora tegen. Het is even lang niet gehoord. Hora tegen. Berestein is fel tegen de vakbond van EBS. Brunswijk maakt zich niet druk met die transformatoren die gebrand zijn, omdat het geld niet uit zijn zak komt, maar uit Lantimonie. En daarom zijn die oude vakbonden tegen de bond van de EBS, omdat de bond bij de EBS niet meedoet met oplichten van hun leden en corruptie. Wie gaat dat hebben, man? Limburg kan bevestigen wat de heren van de EBS zeggen. Ik heb via een klacht doorgegeven dat er een luiaard op de hoogspanningslijn voor mijn perceel is. Het was rond 6:30 in de vooravond en binnen 40 minuten werd ik door 157 gebeld. Tussen 7:30 in de avond en 12:00 werd ik zeker 3 keer door de veldploeg gebeld. Net na 12:00 zijn 2 voertuigen gekomen, waarvan 1 een hoogwerker was, met 5 man, om 1 luiaard te verwijderen. Hoe dan? Met een hoogwerker aanwezig, steken de aanwezige heren een luiaard met een lange oranje stok, zodat het beest van 7 tot 8 meter hoogte valt op de verharde weg. Het leek mij alsof de heren niet wisten hoe te handelen. Ja, maar wat luiaard heb je hier? Ik klem niet toch. Middag, als het heel land in het donker moet om deze regering naar huis te sturen. Dan maar, de opoffering brengen wij. Dat zeggen jullie nu. Kan de wanne die je taal zonder als een tweede net die je begint dat ik de maleta varen. De journalist die dat bericht heeft gestuurd kan liever een onderzoek gaan doen bij Panam en andere fraudezaken. Laat die liever onderzoeksjournalistopleiding gaan volgen. Iedereen met een microfoon is in Suriname een zogenaamde journalist. Het is geen persoon met een microfoon. Miguel, ik zie hier een bericht, directeur Asiana. Puntjes, donatiegoederen van senioren burgers. Mijn gunst, man. De man dacht, even een oudje erop, hè. Deed je toiletpapier. Nooit oudje, je toiletpapier. Lim, wat 8000 SRD-IBS-werknemers, dan werken ze met meer dan 1000 volt. Was het niet verstandig om Kensmeel samen met de heer de studio te laten vertellen hoe het er echt is gegaan? Nee, kijk, we moeten Kensmeel, je moet hem op zak Kensmeel. Kensmeel praat namens het korps. En hij praat op basis van de rapportages aan Mankisi. En if Skoto tapapasi in om kospoti Kensmeel, en ook Kensmeel is tapapasi, Kensmeel is contagi, dus don't shoot the messenger. Lem de heren moeten gewoon doorgaan. EBS is niet van Leo. Hij wil spierballen tonen. Lem, het is overduidelijk dat we kunnen zeggen welkom Suriname in de westerse wijze van onderdrukking. Muilkorving, moderne slavernij en wat we vroeger zagen op de SCVS. En wereldnieuws in beeld. Dat maken we nu allemaal mee in Suriname.
Wel, Limbo, een paal aangereden zaterdagmorgen 5 uur. Ik had pas 11:30 stroom. Ze waren met 5 wagens. Gelukkig was het een paal voorbij een trafo. Onder de vorige regering en president zat de ABOP in de coalitie, maar ze zouden durven om deze rommel die ze nu uithalen te doen. Maar deze president zit en werkt niet voor de natie, maar hij werkt voor zichzelf en zijn vriendjes. Wat dat betreft moet je Van der Sand meegeven. Onder president Boudersen was dit ding nooit zo lang, zou het nooit zo lang duren, 100.000%. Dus deze president heeft ook gelijk, deze persoon, sorry. Dit is een van de zoveelste zaken om te zien dat dit land geen gekwalificeerde leiding heeft. Ik hoop dat de gemeenschap al deze zaken zal vasthouden om over enkele maanden de juiste keuze te maken. Ja toch, het lijkt alsof er geen leiding is in het land. Niks is opgelost, we gaan naar de Bahama's, CARICOM. En feit is vaak genoeg, wanneer men terug is van de geweldige reizen, als het nou China is, als het nou Nederland of Karwan Kondre, zijn het altijd, komt men met gebakken lucht en babbelverhalen. Maar concrete zaken zijn een rendement, dat blijft uit. Wat hebben we eraan? Wat hebben we eraan overgehouden? Wat brengt het land? Wat levert het land op? Zoals dat gedoe met Dubai. Wat hebben we ervan overgehouden? We wachten nog steeds op een gedegen verklaring. De mediawerker moet niet op de uitnodiging ingaan. Velen werden uitgenodigd voor een gesprek en werden daarna ingesloten. Waar gaat dit over? Mensen, de HVB heeft ik heb steeds kroetoe in mijn hoofd. Maar eigenlijk is het een soort kroetoe. De man hoort van congres. De man heeft besluit dat ze met de NDP gaan samenwerken. En ik sprak meneer Noor Salim vanmorgen. Lijkt mij goed om het wederom aan u te presenteren. Dat gesprek van ongeveer 7 minuten met de HVB-voorzitter. Wat wij zaterdag in feite hadden, zaterdag 8 juni jongstleden, is een congres waar de vertegenwoordigers van de verschillende statutaire organen, genderraad, adviesraad, onderafdelingen, afdelingsbesturen, hebben uitgelaten, althans gekeurd, waarbij we de stappen zetten tot een, bijna wil ik zeggen, eerst een eventuele samenwerking met de NDP. In feite hebben we een bepaalde proces gehad de afgelopen 4 jaren en dit is een onderdeel van het proces naar de verkiezingen. Waarom NDP? Is het een voortzetting van wat we hebben meegemaakt in coalitieverband? Ja, dus aan de ene kant, voor ons is het, we hebben al met de NDP samengewerkt in het vorige kabinet, vorige regeringsperiode. Maar na de verkiezing, nadat de uitslag bekend was, en we dus hadden gezien dat wij de grootste buitenparlementaire partij zijn, en in feite door het kiesstelsel, het oneerlijk kiesstelsel, welke we ook op verschillende podia bekend hebben gemaakt dat het oneerlijk is en dat het veranderd moet worden, zouden we er in principe 1 zetel halen, minstens 1 zetel. Dus als het landelijk evenredigheidsstelsel dat eerder in werking zou treden toen. Dat is niet gebeurd, dus wij hebben gezegd, oké, met het feit dat politieke partijen geen combinatie kunnen vormen, hebben we dus alle jonge partijen buiten het parlement, de buitenparlementaire partijen, jonge partijen, maar ook de qua leeftijd oudere partijen, maar met wat progressieve gedachten, hebben we getracht de afgelopen 2-3 jaar bij elkaar te krijgen om dus een alternatief te vormen en dat je niet een situatie krijgt met een
stembiljet straks, waarbij je 50 partijen op de lijst hebt en dat ding is van lang tot hier tot ginder. Dus ja, je kan zeggen waarom dan zoveel partijen als we de kunnen kijken naar elkaars ideologie, kunnen kijken waar wij kunnen aanvullen en daarin groot alternatief vormen. We hebben getracht, de stappen zijn toegemaakt. Er was ook zo in het Lalaroek-gebouw hebben we toen alle partijen bij elkaar kunnen krijgen om van gedachten te wisselen. Te luisteren voor een rokozame, om sapvoutang, van ideologie, van organisatie. En dat hebben we gedaan, alle partijen, de jonge, nieuwe partijen, heel wat partijen hebben de kans gehad om dat te doen. Maar ik denk dat gaandeweg het proces om te komen tot daadwerkelijk een alternatief, dat uiteindelijk volgens mij de PALU en de HVB over waren gebleven in dat proces. Hoor. Maar je moet verder. Waar heeft dat aangelegen dat alleen de PALU en de HVB overgebleven zijn? Zo, eerlijk gezegd, wij kregen te horen van partijen die zeiden, hey PALU, HVB, beginnen jullie, we kijken hoe het gaat. En als we hebben gezien, dan kijken we als we nog aansluiten. Dat is een van de geluiden die je hebt gehoord. Anderen waren nog in het proces van verkiezingen binnen hun partij, dus ze konden nog geen besluit nemen. Van andere partijen moest ik via de media vernemen dat het moeilijk is te werken met de HVB, omdat we in een eerdere regering met de NDP waren. Maar die zijn geluiden die ik vanuit de media heb moeten vernemen. Niet tijdens de één-op-één gesprekken. Dat is een beetje minder hoor, als je mij vraagt. Ja, maar welke kans zou, indien dat toch doorgegaan was, welke kans zou dan deze combinatie van nieuwe partijen kunnen maken bij de verkiezingen? We praten over zeker 6 tot 8 zetels. Op basis van wanneer je kijkt naar hoe de uitslag was. Bepaalde traditionele partijen die vooral een bepaalde etnische politiek voering hebben, die hebben plotseling extra zetels gehad omdat er ook een beetje divers is gestemd, laat me het zo zeggen, vanuit de diverse groepen. En die ontevredenheid, we verwachten dat door die grote ontevredenheid er is, dat men toch naastig is, op zoek is geweest en je kreeg de geluiden van laten de jonge partijen, de nieuwe partijen, laten zich bundelen dan als afzonderlijke partijen de verkiezing ingaan. Maar waarschijnlijk is men, de politieke rijpheid is er waarschijnlijk ook nog niet aanwezig. Dus we hebben op een gegeven moment die gedachte laten varen. Nou heeft het congres zich uitgesproken. Wat staat er dan nu te gebeuren? Oké, het congres heeft dus mandaat gegeven aan het hoofdbestuur om die stappen voor te zetten en te kijken in hoeverre eigenlijk zegen gegeven aan het hoofdbestuur om te zeggen, hey, u kunt de gesprekken met de NDP voortzetten en kijken in hoeverre het komt tot een goede samenwerking. Dat heeft eigenlijk het congres gezegd. Laat me daar direct bij vermelden dat wij dus ook niet in depth met de NDP hebben gesproken over hoe en wat. Dus we zijn nog niet op dat punt. Ja, behalve de NDP zijn er ook andere partijen in beeld geweest. Los van de rij van kleine partijen waar u eerder over sprak. En ik denk dan aan de andere soortige partijen, iets wat grotere partijen zoals de VAP, de ABOP, eventueel ook de MPS. Ja. Er is gesproken met partijen ook in de coalitie. Maar behalve dat vanuit de partij, dat voor de HVB waren er genoeg argumenten om geen samenwerking nu naar de verkiezingen met de huidige
coalitiepartners te beginnen. We hebben gezien dat de verarming verdrievoud, vertienvoudig is geworden. We hebben gezien dat zaken die beloofd waren, niet zijn gedaan. En het is dan moeilijk om je te committeren aan organisaties nu die hebben bewezen, organisaties, politieke partijen, het zaakje niet opriels te kunnen krijgen. We kijken naar het onderwijs, we kijken naar ondernemerschap, we kijken naar de koopkracht van de mensen. En ja, criminaliteit, elke dag wanneer we de kranten openslaan, zien wij. Het is juist verergerd waar men had aangegeven dat het gereduceerd zou worden. En ja, dan begreep u dat er een nieuw alternatief moet komen om dit zaakje in goede banen te leiden. Dat de Surinamers toch wel kunnen leven in een welvarend land. Dat is nu het geval niet. Ja, dat was Mike Noor Salem, dames en heren, tot besluit van deze, wat genoemd wordt, Baganatori op Lim FM. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze uitzending. En we zijn er weer met een ander programma morgenmiddag. Om kwart over twee. Het lukt toch zo moeizaam om dat te halen. Elke dag komt er een nieuwe verplichting bij. Maar goed, we bedanken de EBS-heren, de vijf heren die hier aanwezig waren. We bedanken de heer Kensmeel voor het komen, ook met zijn collega. Hoe heet zijn collega ook alweer? Elskamp. Meneer Noor Salim moeten we natuurlijk ook bedanken voor zijn zijn interview. En zeker ook Dramungra mogen we niet vergeten. Dat was hem, deze Baganatori. We zijn er weer met Gods wil morgenmiddag met een nieuwe aflevering. Goedemiddag.